Like deze video sneller dan 3 seconden, of anders kan ik jullie opeten. Nou, in ieder geval, dat moet niet zo moeilijk zijn. We staan op de boot. Michael is even gezwommen. Maar goed, wij moeten dus varen naar het eiland. Want er is iets aan de hand, zoals ik al zei. En ja, wat er aan de hand is, dat mag Joost weten. Ik weet niet of Joost dat trouwens weet, maar... hè, we moeten er gewoon naartoe. En hopelijk tegen de zwemmers geen haaien, geen andere dieren. Want dat is super eng. En ik ben benieuwd naar een verhaal. En kijk wat ik te vertellen heb, want ik ben niet zo blij eigenlijk. En helemaal niet waarschijnlijk. Dat is niet best. Want er is iets gebeurd. De golven zijn hoog. Het is altijd leuk om even over die golven heen te gaan, toch? Bom, bom. Dat lachen, man. Zo. En we kunnen bijna gaan stemmen. Ik zag heel veel mensen op Rutte gaan stemmen. En ja, kijk, dat is ook wel logisch. Als ik nou snap, ik wel dat Rutte wint. Heel veel mensen zijn toch wel echt tevreden met Rutte. Hoewel het niet altijd zo klinkt, zijn ze het wel. We zijn dus aangekomen op dit eiland, want hier bevindt het zich namelijk. Ik hoop niet dat mijn bootje wegwaait. Dan moeten we maar redden. Nou, in ieder geval, laten we hier opkomen. Even kijken wat hier aan de hand is. Het gaat namelijk over... hey man. Yo. Hey, relaxed. Yo, weet je die? Hey there, how you doing? Yo. Oké, ze gaat goed. Hey, ik heb even een vraag aan jullie, hè. Hey, over die cartoon of iets over dat meisje. Er was iets aan de hand, toch? Ja, dat klopt. Maar wat wil je? Hey. Oh mijn god. Man, jullie hebben mezelf geroepen. Zo, die komen tegen me vechten, douchebags. Wat een agressie. Zo. Maat. Zo. Dat dacht ik niet, hè. Gaan ze agressief worden? Die willen niet eens normaal gesprek met me aangaan. Nou, in ieder geval, die komen niet meer tegen. Want die zijn hartstikke dood. Maar goed, hé, mevrouw. Ik heb een vraagje. Dat was niet zo netjes, hè, wat tegen de boys deed. Alsof het van hun wel netjes was om mij in elkaar te trappen. Maar het gaat namelijk over Cartoon Cat of zo. Hebben jullie daar iets van gehoord? Of over een eng wietus? Ja, ik weet het niet, meisje. Je had er een beetje last van. Die liggen in de bed. Oh, oké. Hier heb je een badkamer. Nou, prima. Maar daar gaat het helemaal niet om. Dit is een mooi hokje trouwens, dat wel. Ook die ramen. Hé, lieverd. Wat is er aan de hand? Nou ja, luister. Het was iets ergs gebeurd. Wat is er gebeurd dan, schatje? Het is namelijk zo. Ik was aan het slapen en er kwam ineens een heel erg groot katachtig wezen naar binnen. Oh shit. Heb je de videobeelden? Ja, achter je ergens staat een laptop. Ik weet niet waar die staat. Ik zag ook iets staan, ja. Even kijken waar die laptop is, hoor. Oh ja, ik zie het. Ik ga even kijken, ja? Oké, mensen. Dus laten we even die video op de laptop gaan kijken. Oh my god. Dat was heel heftig. Oké, dus Cartoon Cat is op het eiland. Lieve schat, je hebt gelijk. Maar moet ik dan hier blijven? Nee, er zitten namelijk twee anderen achter. Eentje bij het windmolenpark volgens mij. En de andere in zo'n hotelletje of een motel. Oké, goed dat je het even zegt. Want dan gaan we er nu naartoe. Maar waar is Cartoon Cat dan? Ik weet niet, ik denk dat ze ergens daar is of zo bij een baas. Oké, dan kom ik vanavond even terug, ja? Alsjeblieft, doe het. Oké, hey, wel rusten. Wel rusten. Zo, dat meisje is echt bang. Shit, dat had ik niet verwacht. Dat Cartoon Cat zo was. Maar Cartoon Cat is blijkbaar gemener dan wij denken. Met z'n allen. Maar goed, dan gaan we toch lekker weg. Hey, wat is mijn boot? Oh, die is toch hier. Ja, daar moet het dus zijn. Blijf wat leuk, hè, over politiek beginnen als er bijna verkiezingen zijn. Blijf rijden. Goed zo. Ik moet hier zijn. Oh, treinstation. Oké, waar moet... er is een wit bolletje. Er is iets aan de hand. Sorry. Zo. Holy shit. Holy fucking shit. Oké. Timing dit. Ik zweer het je, ik vloog hem gewoon letterlijk aan. Maar goed, daar is Cartoon Dog. Nee joh, en hij wil iets gaan doen. Wat wil hij doen dan? Oh no, hij heeft een hakbel vast. Dat weet ik, dat kan maar één ding betekenen. Oké, dan moet ik er overheen klimmen. Oké, kan hij hier tegen? Ja, denk het wel. Oké, kan ik hier tegen? Ja, kan ik wel tegen. Ouch. Au. Hé, maat, doen we niet hè? Zo. Wat denk je? Au, maat, dat is Cartoon Dog. Oh, hey! Zo, is hij dood? Zo, ik wist dat die bokbeugel sterk was, maar niet zo sterk. Jesus, dat had je niet moeten beginnen. Maar er was iemand dood of zo hier zo, of niet? Zullen we eens even kijken. Er was iemand vermoord, of niet? Want er was werkzaam. Oh no, ze hebben gewoon iemand vermoord hier. Dat vind ik niet netjes. Nee, dat is niet leuk. Cartoon Dog is dood. En ja, dan kunnen we maar één ding doen. Even een stickybom pakken en hier even proberen uit te komen. Oké, ik heb er één geplaatst. En... zo, dat is de enige manier. Sorry, klimaatfinatum, maar ik ga lekker weg. Ga jullie maar lekker activeren. Ga jullie maar lekker een beetje activistisch doen op zo'n klimaatfeest. Daar heb ik in ieder geval geen last van. Oké, huts. En wegwezen hier. Oh, dat is de grote gevangenis. Daar moeten we niet in de buurt komen. Als ik daar in de buurt kom, dan krijg ik echt gewoon zwaar bewaking om af. En dat wil ik liever niet hebben, nee. Laten we even naar beneden rijden. Volgens mij zijn we best wel in de buurt. In een motel.
Want de motaal die bevindt zich namelijk hier zo ergens. Dus laten we even gaan rijden en momentje gaan praten. Ik weet niet wat hier gebeurd is, maar het ziet er niet best uit. Al het verkeer staat stil. Gaat alles goed? Er staat er een file. Wat is er toch aan de hand hier? Waarom staat iedereen doodstil? Oké, het is een beetje eng. Het ziet er niet best uit. Het lijkt alsof er iets gebeurd is. Hé joh, maat, kijk uit. Dat vind je netjes, hè? Zo. Oké, dat was een beetje eng net. Ik weet niet. Het lijkt een beetje op een zombie-apocalypse, man. Oh, dat wil je niet hebben. Of criminaliteit of is geschoten, ik weet niet. Maar die mensen waren doodbang. Ze waren maar uit de auto gevlucht. Hey, ik zou in zo'n grote openweg gewoon tyfus uitvluchten. Ik zou gewoon met 300 op de snelweg gaan. Daarom moeten we wel eventjes dat de snelwegen harder mogen. Want we mogen niet maar 100 op de snelweg. Godverdomme, ik heb daar niet zo lang rijden, maar ze mag in 100. Wat is dat voor slakken tempo, zeg? Jezus, ik wil een beetje door kunnen rijden. Snap je? En de toekomst voor het kind? Ja, de kinderen hebben gewoon de toekomst als je 130 mag rijden. Ik vind het nogal een beetje een activistisch onderwerp. We zijn nu bijna ergens aangekomen. Dat is helemaal goed, toch? Oké, laten we de auto neerzetten. Zo. De auto. Er staan 2 junkies buiten. En hier gaan we eens even kijken, want hier was ook iets aan de hand. Kijk hoor. Dat is niet best. Dat is niet goed. Huh? Oké, dat ging niet heel goed. Poging nummer 2. Tering, dat ging helemaal fout, man. Dat ziet er beter uit, maar mijn baby ligt hier te slapen. Ik zie een groot schaduw, ik vind het wel een beetje eng. Hallo? Maar is dat iets meer dan slapen? Of niet? Ja, wat is dit? Hé, hey, auw. Tering, die ging niet goed. Hé, hey, dat wil ik niet. Doe eens luisteren naar mij. Zo, dat dacht ik niet, vriend. Oh my god. Cartoon Mouse heeft er iets mee te maken, hè, met die dood op haar. Nou, ze is hartstikke dood. Als het zo lang gereageerd. Om even zeker te weten. Ja, die is dood. Oké, en Cartoon Mouse, jij bent ook dood. Jesus Christ, waarom doe je dit zo hard? Ik vind het niet fijn, hoor. TV die dit niet meer doet. Ik vind het wel een beetje een enge kamer dit, maar goed. Het is ook juist een beetje een enge motokamer. We gaan weg hier, want we hebben niet veel meer te zoeken. Volgens mij is het hoogste tijd om naar Cartoon Cat te gaan. Het wordt ook al laat, het wordt donker nu. Dus ja, weet je, we moeten gewoon even reizen en dan moeten we door naar Cartoon Cat. Zelfde haven, je weet hoe het allemaal gaat. Want ja, het ziet er niet heel goed uit meer. Dus ja, ik zou zeggen, let's freaking go! Het is wel freaking donker. Plank gas op de snelweg. Oké, hoe zijn we zo, jongen? Moet gebeuren? Of niet? Nou, ik weet niet. Zullen we eens even raft gaan proberen? Gewoon even de berg oprijden. Gewoon. Geen genade, oké? Oké, niet tegen bomen aanrijden, alsjeblieft. Maar geen bomenknuffelaar. Oké, dit wordt nu ook allemaal mooi mee verlicht. Zo, laten we even onze boot neerplanten. Kijk, boten hebben toch nog niet meer nodig meer, hè? Maar goed, laten we even kijken wat er nou gebeurt. Oh. Hé, dus rustig. Dan heb je 3 tanten weer. Wegwezen jullie. Jullie hebben net ook al doodgeschoten, hè? Weg, rennen. Nu. Zo. Nog iemand dood? Oh, dacht ik niet, vriend. Zo, allemaal dood. Yo, gaat het allemaal goed maar? Ja, ik weet het niet. Ik zal eens kijken. Hé, hey, lieverd. Ik heb Cartoon Dog en Cartoon Mouse gevonden. Maar was Cartoon Cat dan? Oh shit, dat zal ze waarschijnlijk hier zijn. Oké, er is iets aan de hand, hè? Wat doet hij op mijn radio? Hè? Huh? Wat moet hij nou? Oh, nee. Cartoon Cat gaat eens. Hé! Hey! Wat ga je doen? Dat is niet netjes, hè? Hé! Hey. Maat, dacht je dat nou? Jesus Christ! Oké, ik ben in ieder geval sterker met mijn boksbeugel dan met iets anders. Maar we hebben 2 vliegen in 1 klap. Nou, dat is niet de bedoeling. Oh, mevrouw, je hebt toch gelijk. Oké, het is wel relaxed hier in een tunneltje, op zijn minst. Oh, dat is altijd party hier. Oh, gezellig. Party is altijd leuk, toch? Eerlijk is eerlijk. Maar ja, niet echt iets waar ik voor kom nu, helaas. Maar het is wel een mooi zwembad hier. Eerlijk is eerlijk. Oké, laten we even kijken of Kermit hier nog is. Ik weet het, een beetje respectloos om hier zo maar zo naar binnen te gaan. Maar, oei. Kermit? Waar is Kermit? Hij lag hier eerst. Oh my god. Huh, wacht. Oké, stop. Kermit is vlak in de buurt. Oké, dan. Dan gaan we naar vlak in de buurt toe. Domme. Vliegen, maat. Oh. Er is bijna niks meer te verliezen hier. Dit is niet best. Oh mijn god. Ik ben geraakt. Maar gelukkig heb ik het overleefd. Mijn god zeg. Oké, dus het moet hier ergens zijn, hè. Even kijken. Aan de kant van de zee. Dat is die kant volgens mij. Ja, laten we even gaan kijken, man. Yo, Cartoon. Wie is dat? Is dat Cartoon Cat? Hallo? Cartoon Cat. Hey. Yo. Kermit is ontsnapt uit je graf. Wat? En jij bent de volgende. Hey, doen we niet, hè? Hier kun je van proeven, maat. Hopelijk geniet je ervan. Hè? Zo, laten we even iets anders pakken. Een RPG.
Oké, wegwezen hier. Voordat ik het toeket straks achter me aankom. Ik dacht er niet, maat. Cartoon Cat, hè? Zo. Wat denk je, hè? Zo. Zal je leren, maat. En nu gaan we wegwezen hier. Oké, guys. We zijn in ieder geval bij een jetski's aangekomen. En laat even snel een bootje pakken. Want ja, we moeten hier echt zo snel mogelijk weg zijn. Anders gaat het echt finesse fout. En dat willen we niet hebben. Er zit geen lamp op. Maar ja, we moeten gewoon even het licht volgen. Zo simpel is het. Zo. Oké, dus daar is de boot. We moeten er nu naartoe. Wat is er gebeurd? Ik weet echt niet wat er gebeurd is. Maar wat een avond. Zo, laten we even naar binnen zetten. Guys. Ah, rust. Good night. Wacht, ik hoor iemand. We gaan nu kijken wat er aan de hand is. Laten we even binnen doorgaan. Want het is echt geen pretje zo. Hallo? Als ik je zie, dan schiet ik overhoop, hè? Huh? Kermit? Kermit? Hallo? Yo! Wat jij hebt gedaan is niet oké! Oh my god! Nee! Kermit, waar ben je mee bezig? Doen we niet, hè? Hey! Wat ben je aan het doen? Yo, what the hell? Hebben we je? Oh. Oh my god. Dit was spannend. Zo. Oh. Zo, mag wel een dure auto hebben. Maar je gaat geen middelvinger naar me opsteken, joh. Kutje rooswater. Oeh, politie achter me aan. Wegwezen. Want anders hebben we echt een groot probleem. Ik ben benieuwd of deze auto daar snel genoeg voor is. Maar ja, het is wel een mooie auto toch. Laten we eerlijk zijn. Like als je deze auto mooi vindt. Als je ook, ja, weet je. Als maar rij toch. En als het goed is, zijn we dus bijna aangekomen in het ziekenhuis. Helemaal top. De auto moeten we snel laten repareren. Want ja, het gaat niet goed. Zeg, ik ben toch niet sneller dan jij, hè? Dat is, zo, wat een trage auto, joh. Dat ik gewoon met zo'n koekblik sneller ben. Maar had jij niet verwacht, hè? Sorry. Schaatsen kunnen we tenminste. Want wij hebben ruzie. Iemand die ruzie wil maken? Dacht het die vriend? We hebben naar Kermit te gaan. Oké, maar we moeten even kijken, man. Oh my god, ik ga even wapen weg. Want Kermit ligt daar. En hij ligt daar niet voor niks. Hé, daar is hij weer. Jongen. Oh, Kermit, jammer nodig. Ja, klopt helemaal, Nelly. Het gaat namelijk over een YouTuber die namelijk in gevaar is. Oh, en over welke YouTuber mag dit gaan dan? Het gaat namelijk over jou. En het gaat namelijk... Een YouTuber had er een video over gemaakt. Kan even wat specifieker zijn? Het gaat over Meisje 123. Meisje 123? Dat is... Super eng, man. Ja, inderdaad, ik weet het. Dus ik vind dat je dat even moet bestrijden. Waar is Meisje 123? Je moet wachten tot het donker is. Overdag zul je daar niet veel aan hebben. Oh, ja, dat is waar ook. Maar dan gaan we even lekker wachten tot het donker is, toch? Ja, maar wees alsjeblieft voorzichtig. Ja, oké, is goed, Kermit. Oké, Dally. Wacht even. Oké, we gaan nu even op zoek. Kermit zei dat ik even moet wachten, maar ik heb helaas geen tijd. Sorry, Kermit. Maar goed, we gaan lekker weg, pakken de auto weer. En ja, het is echt mijn supersnelle Audi A10. Dus ja, of RS10. Hier, bam. Snelste auto ooit. Even gerepareerd en we gaan weer weg. Zo, Carglass is al geweest. Wat ga je doen? Hey. Hey, wat denk jij, maatje? Ga je vechten tegen mij? Want je weet dat hij dat niet wint, hè, en maat? Zo. Dan moet je niet bij... Je moet niet beginnen tegen mij. Heel simpel. Ik zou de rest maar even lekker wegrennen, want er kunnen nog meer klappen vallen, hoor. Maar ja, dat is jullie eigen keuze. Als jullie klappen willen, dan moet je dat lekker om vragen. Maar wij gaan even naar het Ghost Girls House toe. Maar misschien eens even lekker eten, want ik heb honger. En waar gaan we naartoe? Weet jullie wat het is? Ik denk dat jullie het heel goed weten wat het is voor plek. Laten we even hier zetten. Boom. Oké, guys. En we zijn dus bijna aangekomen bij de Mackie. Want ja, ik heb gewoon honger en ik ben gewoon koud dik. Hé, hij staat er weer. Ik weet niet wat de vorige keer aan de hand was, maar... Hij drift wel een beetje, deze auto, man. Maar ja, als u maar rijdt, zoals ik al zei, laten we hem even neerparkeren, toch? Zo. Kijk, mijn auto staat heel mooi. Mooier dan je fucking Audi A6 of Audi RS8. Of zelfs mooier dan de Lambo van Don. Deze is toch veel mooier, man. Hier, we gaan even eten. Wat ben jij nou aan het doen? Achtelijke. Zeg, ik weet het automatisch systeem. Ik wil even frietjes, ja? Hallo? Ik lag te slapen, maar je krijgt van mij lekker een portie frietjes. Hé, dankjewel. Ik ga even lekker wachten op een bestelling, hè? Nou, dan kun je lang wachten. Je kunt het beter zelf afhalen. Maar wat is dat voor service? Ja, fastfood toch? Ja, oké, dat is waar. Maar ik ga het zelf afhalen. Misschien is dat wel een goed idee. Oké, dus even zelf afhalen. Hier, drinken erbij. Huts!
En even wat frietjes en een hamburger, want ik heb best wel wat honger. En die man, ik weet niet wat hij aan het doen is, maar we hebben even lekkere chaps op toch. En ja, we gaan even weer weg. En we moeten nu door naar het Ghost House. Want het, ja, zoals Kermit eigenlijk al zei, ik moest daar naartoe. Ja, nogmaals, ik vind het super, super, super eng het Ghost House. Maar ja, het is niet anders. En soms moet je gewoon even enge risico's nemen. Als je ze niet neemt, dan ga je ook niks kunnen bereiken, snap je? Dus wij gaan lekker weg en de McDonald's, ja, het was weer lekker. Bedankt mensen. Oké, het Ghost House, die bevindt zich, even kijken. Het bevindt zich hier ergens. Het gaat namelijk over deze plek. Dus laten we hem even daar neerzetten, toch? Zo. Oké, guys. Als het goed is, zijn we dus bijna aangekomen bij het Ghost House. Zoals jullie kunnen zien, het wordt al fors. En het wordt echt fors donker. En ja, man. Dus hier moeten we afslaan. Mooi bos hier. Het is mooi GTA. Altijd mooi. Hier is heel veel verkeer. Ik moet even langs. Dankjewel. Ja, sorry. Ik trek niet zo snel op als die Audi van mij. Want het is een Audi R10, ja. Het enige wat hij niet kan is snel trekken. Maar op zich, hij rijdt. En hij, ja, en hij slipt lekker door, dat vindt hij ook leuk. Maar goed, waar moet het zich bevinden? Het gaat namelijk over deze gebieden, toch? Ah ja, volgens mij zie ik het al. Het is hier ook. En ja, is hier ergens? Ik heb echt daadwerkelijk gewoon geen idee. Ik vind het heel spannend en ik weet niet of er iemand thuis is. Laten we even een blokje omdoen. Hallo? Het gaat over dit huis. Meisje 123 is hier voor het laatst gezien. Ik weet niet hoe, maar dit is wel spannend, man. Hallo? Oké, ik ga even mijn zaklamp pakken. Oké, is somebody in? Hallo? Huh? Is dat de ghost girl? Oké, dan gaan we nu kijken. What the hell? Er is een spook in het huis. Oh my god. Hallo? Is er iemand? Oké, ik word echt super, super bang. Hallo? Huh? Wat? Kom, mijn naam. Is dat... Komt dat van zolder af? Oké, ik word serieus doodbang. Ik weet niet wat ik hiervan moet denken, maar ja. Oké, dus hier moet het ergens zijn. Hallo? Huh? Waar is hij gebleven? Oké, ik ben wel echt serieus doodbang. Ik weet niet wat ik hier kan verwachten, man. Echt niet. We gaan naar dat geestenmeisje op zoek. Ja, ik vind het gewoon een enge meid. Snap je? Oh, waar kan ze zijn? Moet ik misschien niet een trede omlaag? Het is echt een grote spookhuis hier, gewoon eerste klas. Ik poep gewoon in mijn broek, weet je dat? Ik poep echt in mijn broek. Mijn broek zit echt gewoon met 7 kleuren ondergescheten. Oké, maar waar is die trap dan? Oké, we gaan even snel doorlopen, want we kunnen het niet vinden. Hallo? Laat je nu zien! Ik vind het doodeng! Hallo? Oké, nu gaan we het krijgen als het goed is. Is er iemand? Hallo? Wow! Oh my god, wie ben jij? Ik ben hier. Kermit gaat dood. In no time. Hoe? Kan ik het nog redden? Nee. En jij gaat ook dood. Oh my god, hoe doe je dit dan? Au! Au! Zo, doe normaal. Doe normaal. Oh. Wie ben je? Wie denk je van wie je bent? Huh? Wie is dit? Oh my god. Dus dit is een ghost girl? Oh my god. Dit is super eng. Is dit meisje 1, 2, 3? Nee. Ik ben niet zichtbaar. Dit is een logger. Wat? Waar ben jij? Ik ben er niet. Je moet nu naar dat huis gaan. Oké. Ik weet het niet, man. Ik moet dus naar het ziekenhuis gaan. Ik ga naar de kermis toe. Ik hoop dat hij nog te redden valt. Nee. Oh my god. Dit is niet best. Dit is zo gevaarlijk. Oké, waar is mijn auto? Ik ga nu wegwezen hier. Oké, daar is mijn auto. Snel, snel, snel weg. Snel, snel. Oh my god. Dit is echt het engste huis wat ik ooit heb gezien in mijn hele leven. Ik weet niet wat ik hier anders van moet zeggen, man. Mensen, wij gaan lekker toeren. Maar wat zou ik denk ik moeten kunnen verwachten? Ik weet echt niet, man. Ik vind het... Ja, ik heb mijn mening al gegeven. Ik kan het niet blijven geven. Maar ja, we moeten dus naar... Even kijken. We moeten naar de hospitaal. En het hospitaal die bevindt zich. Daar waren we net ook al geweest. Dat weten we heel goed. Daar zo. Dus laat ik het lekker neerzetten, toch? Oké, dus we zijn op de weg. En ik hoop dat Kermit het ziekenhuis is. Ik hoop dat hij nog te redden valt. Oh, ik wist niet dat het een lokaas was. Jezus. Sorry. Ik ga niet naar binnen rijden. Oké, we gaan nu kijken, man. Holy crap. Oké, dus dit is het huis. Tenminste, het huis is een gebouw. En, oh, ik weet niet. Kermit! Are you here? Kermit? Kermit, nee! Hij staat niet uit het raam gesprongen, hè? Daddy, ik ben er nog steeds. Waar is Kermit? Boven Maze Bank. Oké, we gaan nu naar Kermit toe. Hij schijnt dus boven Maze Bank te zijn. En waar dan precies? Oké, nou, ik ben wel echt heel benieuwd, man. Oh, ik vind het niet leuk. Ik vind het zo niet chill. Ik vind het zo a-relaxed. Ik poep gewoon echt alle kleuren tegelijk samen in mijn broek. En ja, wat denkt de geest? Dit is gewoon een plaaggeest. Ja, daar moet ik niet mee spotten, want plaaggeest is toch wel enger dan je denkt. Hey,
Niet zo ongeduldig, joh, meneer. Ik heb serieus haast. En dit autootje is al niet zo snel. Dit autootje is vervelend om in te rijden. En dan doe je vervolgens ook nog toeteren. Ben jij wel besodemieter, man? Achterlijk idioot. Jongen, ik heb een noodgeval. En dan mag ik gewoon lekker doen wat ik wil. Ja? Er bestaat iets als zelf weten in deze tijd. Dat is gewoon niet de boomertijd van nee, je moet doen wat er gevraagd wordt. Wat doen wat er kost van. Oké, we gaan nu naar de top. Holy shit. Oké, dus hier zo. Hè? Dit is Maze Bank, toch? Is het zo? Ja, dit is Maze Bank. Oké, we gaan naar boven toe. Oh, ik ben echt kapot bang. Oké. Kermit! Are you here? Kermit, hallo! Oké. Hallo, Kermit? Is Kermit hier? Huh? Ah! Zo! Oh, ik schrik me dood van mezelf. Kermit! Waar ben je? Huh? Oké, we moeten opschieten. Wat is dit? Is dit een landbouw? Oh, dit zijn alle gevestigde locaties op een... Op een papier-maché. Dit is vet, ouwe. Nee, dit ziet er echt ziek uit gewoon. Zo'n papier-maché geval. Cool. I love it. Maar we hebben geen tijd om hier op... Want anders gaat hij straks zeggen dat ik meer tijd geef in de souvenirtjes dan weet ik voor wat. Oké, we moeten naar boven toe. Nu meteen. Oh my god. Ik ben echt shocking. Kermit! Wow! We moeten Kermit bevrijden. Kermit staat daar gewoon. Kermit, alsjeblieft. Kermit, waar ben je? Kermit! Het is te laat. Oh my god, wat is er met jou gebeurd? Sorry Daddy, ik moet het doen. Van wie? Wat? Sorry Daddy. Nee, doe het niet. Doe het alsjeblieft niet. Kermit! Nee! Kermit! Oh. Kermit. Oh my god. Nee hè. Kermit, alsjeblieft. In ieder geval, we zijn bij de supermarkt, want we moeten weer even worst halen. Yep, het is weer zover. Ik eet graag worst. En ja, en nee, niet die dat soort worst, want ik ben natuurlijk gewoon iemand die op vrouwtjes valt. Maar gewoon worst van de HEMA of zo, weet je. Dat soort worst. Ja, dat. Laten we gewoon dit jaar lekker op rechts gaan stemmen, toch? We hebben die uitkerentrekkers te zoeken in het land. Maar ja, als jij op links gaat stemmen, dan worden de uitkerentrekkers gesupport. Snap je? En dan worden wij achter... Ja, keihard onderschept. We betalen nu al 50% belasting. Dan wordt dat misschien wel 65%. Hè? Want de armen ons uit de lui om te leren. Ja, snap je? Links is lekker voor de lui mensen. En rechts is voor de iets actievere mensen en voor de zelfstandigen. En links is voor de iets minder zelfstandigen. Maar goed. Yo! Jij bent gelijk ook, stem ook rechts. Hé, dan zijn we vrienden, man. Maar waar stem je op? Ik wil wel partijen hebben die gewoon iets meer opkomt voor de ondernemers. Maar ook niet per se partijen of zo die, ja, snap je, op haat is. Daar ben ik het wel mee eens. Maar goed, geef mij maar alsjeblieft bloedworst. Oké, ik weet eigenlijk van, nou, je wil worst, hè? Niet dat soort worst. Oké, maar ik heb een knuppel in mijn handen, dus ik zou niet te veel dreigen. Nee, waarom zou ik dat doen? Ik ben gewoon een winkelier, snap je? Oké, dan is het goed. Oké, we gaan even shoppen. En wat is hier nou aan de hand? Hallo, zo kun je echt niet naar de winkel, hoor! Hoezo niet? Ik kan wel zo naar de winkel, kou ik wel. Nou, dan moet je me oplaten, want ik heb alle verrekijker. Zeg, als je je mond niet even houdt, dan geef ik een paar vuisten in je gezicht. Ik zweer het je, keel. Een vuist in je licht, G. Ik ben wel echt een gespieder, hé. Ik bedoel, ik heb mijn ex gehad, hè. En die ex die ik had, ik heb ze alle drie tegelijk gejoekt. Ze waren met z'n drieën en ze kunnen eens tegen me op. Dus, ik zou maar niet zo stoer doen. Oké, maar ik heb een handbalknappel. Zo, dit krijg je van langs. Oh my god, ze hebben gevecht. Oeh, nou, dat gaat goed, hoor. Nou, grote praat, maar niks waarmaken. Wat is dit nou voor onzin? Gaat ie goed, mevrouw? Nou, behendig genoeg niet. Alleen maar grote praatjes. Ik ben tenminste wel sterk, snap je? Kill. Ik zweer het je, kill. Je gaat eraan, hè? Oh mijn god. Wat gebeurt hier nou? Oei, dit gaat niet zo best. Gaan nou twee mensen ruzie met elkaar krijgen, maar ze kunnen er niet eens over uit, hè? Mevrouw, dan moet je misschien iets meer zo doen. Kijk. Dat werkt toch niet? Je bent... Wat is er voor groot praat? Alleen maar grote praat. Alleen maar grote praatjes. Kijk dan. Alleen maar groot praat. En kijk eens wie er uiteindelijk ligt. Snap je? Jongen. Man, sla haar alsjeblieft dood. En? Kijk. Alleen maar groot praat. Alleen maar groot praat, kill. Ik zweer het. Je hebt me goed gejukt, hoor. Ik zeg je heel eerlijk. Maar geef me alsjeblieft de bloedworst. Komt voor elkaar. Dankjewel. Kijk, zo. We gaan gewoon kijken, weet je. En dan komen we er snel genoeg achter, toch? Oké. Ik denk dat mijn auto ergens daar zo is, toch? Snap je? Oké, dus we zijn hier aangekomen. Oh, dat is het terrasje. Gezellig, man. Ik kan jullie niet lastigvallen. Dus jullie plek? Jullie moeten daar zitten. Wat is er aan de hand? Ik zweer het, ik weet het niet. Oké, wat is daar nou? Een hele groep bende hier? Met een meisje, daar vertrouw je toch niet? Ik ga eens even kijken wat ze zeggen, oké? Edgy, moet je kijken, deze Touri. Ik ga niet veel praten, man.
Broek uit. Laat maar alsjeblieft gaan. Gaan we grote mond hebben? Broek uit. Hey guys, laat daar even maar rust. Wie ben jij dan? Oké. Ik kan beter voor mijn niks tegen beginnen, wat voor je het weet wat ik hier in elkaar geslagen. Dus ik ga kijken wat hier gebeurt. En ik blijf wel even op de hoek staan, ja? Ja, ik ben liever geen toekijker, snap je? Maar ik wil geen klappen krijgen. Het is gewoon erger dan een pedofiel dit. Laten we het daarop houden. Ja, dat zijn gewoon eigenlijk pedofielen. Shit, wat is hier nou aan de hand? Oh mijn god. Nee, man. Wat? Nee. Oh mijn god, die gaat echt te ver. Yo, doe eens even normaal. Zo toch doe je niet tegen een dame, hè? Hey. Stoppen daarmee. Au. Nee, dat dacht ik even niet. Oei. Hey, kappen nou. Laat even zien wie de sterkste is, ja? Met zijn grote mond. Zo. Laat hem maar rust. Au. Shitjes. Ja, ik zeg al, hier moet je officieel niet meer fucken, maar ja. Au. Zo. Ik dacht dat die vriend. Shit. Ze laten echt niet meer rust. Kappen nou. Zo. Je gaat dan niet verkrachten bij de hele groep. Als je dat doet, heb je met mij te maken. Ja? Zo. Jij gaat eraan. Zo. Dacht het even niet, vriend. Heb je nog wat? Zo. Ik wil haar echt liever niet raken. Zo. Dat dachten we even niet. Hé, hey, lieve schat. Gaat het? Ik wil heel erg bedanken. Zullen we misschien... Misschien een keertje met elkaar op date? Ja hoor. Maar ik moet even mijn dingen vinden. Mijn voertuig is gestolen. Oh echt? Heftig man. Ja, ik weet het. Maar ja, ik ben niet zoals de rest gelukkig dus. Ik ga lekker weg, ja? Hé, lief schat, als wat is, je kunt me bellen. Hier heb je mijn nummer. Is goed, dankjewel Delano. Hey, tot ziens een lekker ding. Noem je me lekker ding? Ja, zeker. Ik vind je hartstikke een mooie meid. Oh, dankjewel. Hey, geen probleem hè. Hey, later hè. Ik hou van je schat. Doei doei. Zo, is mijn voertuig niet uit te brengen trouwens? Ik vond het wel heel heftig wat er net gebeurde. Voor een hele groep mensen tegen één meisje. Dat kan echt niet. Maar waarom is dit getarget dan? Ik durf het echt niet te zeggen, man. Maar ik zeg één ding. Ik vind het wel eng. Oké, wat? Shitjes. Dacht het even niet, vriend? Hé, stop het met schieten, man. Zo. Dacht het niet, vriend? Zo. Gaan we een grote bek hebben? Nee. Vandaag niet. Heb je dat begrepen? Zo, dat vond ik niet heel chill, maar ja, Katoen kan het even te pakken. En oh, wat een lokketje. Ze hebben gewoon weer die face-navigaties aangezet, maar is het systeem gehackt of zo? Ik weet niet wat er aan de hand is, maar ik krijg geval... Ja, dat is geen valse melding. Waarschijnlijk zijn er gewoon meldingen van mensen die dood zijn. Maar ze hebben mijn ding aangepast. Waarom is dat puntje daar rood? Ik heb geen idee, man. Er zal vast wel weer iets heftigs zijn. Waar zetten we de auto hier neer? Laten we gelijk gaan kijken, man. Kijk. Franklin is tenminste een goede man. Een goede goon, snap je? Een gangster die echt op goede dingen uit is. Zoals 2G altijd zegt, dat is pas gangster. Niet dat juken en zo neersteken van arme mensen, steken van banken overvallen. Dat is niks gangsters aan, dat is gewoon laf. Dat is gewoon lui zijn, snap je? Dat is gewoon recht op willen dingen hebben. Recht op willen dingen hebben. Recht op bepaalde dingen willen hebben die eigenlijk gewoon ontkracht is. Snap je? Dat hoort gewoon niet. En gewoon niet mee eens zijn met de politieke voorwaarden die er nu zijn. Vind ik sowieso al met... Ja, dat is gewoon democratisch. Daar ga ik niks over zeggen. Maar goed, het volgende gebied is gewoon dat schip. En we gaan kijken wat er op dat schip aan de hand is. Oké, Franklin raakt een beetje uitgeput. Laat gewoon voorzichtig zijn, oké? We gaan even naar de kapitein. Want ik denk dat hij daar... Ja, daar heeft iets mee te maken. Kijk, het is in ieder geval een grote plek. Komt mooi uit. In ieder geval hebben we gewoon het plekje bereikt van de kapitein, bro. Laten we gaan kijken. Hé, captain! Dat is gewoon een lekker ding. Hé, wat is er gebeurd? Dat meen je niet. Shitjes. We gaan even in de cabine kijken, want dat is niet goed. Zo, we gaan nu naar binnen toe. Yo. Hallo? Is er iemand? Ligt ze misschien hier gewoon allemaal op bed? Ik zal eens even kijken of ik iemand wakker kan maken hier. Ik ben benieuwd, man. Ik ga even naar boven toe. Dus hier is het schip. En dit. Nee, iedereen is... Hallo? Is iemand wakker? Er is niemand wakker hier zo. Vertrouw het hier niet meer zo. We gaan gewoon kijken hier. We gaan hier naar beneden toe, ja? Hallo? Is someone in there? Hallo? Shit, ik heb even zacht staan. Is iemand hier aanwezig? Nog niks gezien. Bowser? Wat doet Bowser hier? Bowser, waar is mijn... Waar is mijn voertuig? Ga ik jou niet vertellen. Oei, dat is niet mijn bedoeling, hè? Waar is hij? Luister. Hij is... Waar is hij? Ik heb hem namelijk vernietigd. Oh my god. Nee, dat meen je niet. Daar gaan we nu naartoe. Oké, dus ik ben nu op de aangekomen plek. En dus hier is het. Wat is dit voor plek dan? Ik heb geen... Shit, daar is Bowser. Bowser is hier. Oké, we gaan heel zachtjes dan. Hij mag me niet horen. Hij mag me niet doorhebben. Zo. Kutjes. Hoezo raak ik hem niet?
Gooi hem eraf, ja? Gooi hem eraf. Zo. Daar gaan bouwen ze dan hoor. In de shadder, hè? Tja, wat moeten we ook zonder politie, hè? Blijft toch de politie. Ja, we zijn er bijna in Kontje Kaal. Nou, heel leuk. Nee, maar... Oh, ik ben benieuwd wat op die brug gaande is. Hier heb je ook een mooie brug. De weg is volgens mij spekglad. Ja, het is winter, dus wat denk je zelf? Tuurlijk is de weg spekglad als winter is. En daar is het grote schip. Ja, ik wil even kijken wat op dat schip gaande is, want hier is iets niet helemaal correct. En hier moet het dan zijn. Nou ja, we gaan kijken. Want ja, ik zoek ook nieuw werk hoor, want ik moet zeggen, ik ben wederom weer werkloos. Maar ja, wel miljonair. Dan weet je al dat er iets niet goed is. Oké, we gaan zoeken. Waar is het trappetje? Hier kun... Oh my god, die zon is zo fel. Hier kunnen we zo naar boven. En dan... Even kijken hoor. Hallo? Is there someone on skip? Hey, antwoord. Hier nog eentje hoger. Of op het dek. Ik denk op het dek. Nee, niet op het dek. Wat is daar gebeurd? Hallo? Hoe kan dat? Ik vertrouw het niet. We moeten deze zaak oplossen hier, hè? Wat is dit? Hallo? Stilstaan. Nee, niet steken. Auw! Hey, dacht het niet, vriend? Kappen nou, hè? Hier. Chucky. Verrekt. Alweer zit jij hier zo. Heb jij deze vrouw hier vermoord of man? Wat? Wie ben jij? Ben je man of vrouw? Ik weet het niet. Ik ken je toch niet, dus ik ga wel weg. Goed. Zo. We kunnen weer verder. En als het goed is, is hier dan de kledingzaken. Kunnen jullie naar binnen rijden? Dat zou mooi zijn. Ja, dat kan. Yo, de Russische maffia! Staan blijven! Staan! Wow, hij is dood. Hoe is hij dood? Hoe kan dat? Wie heeft dit gedaan? We gaan dat tot de bodem uitzoeken, ja? Oké, we gaan in ieder geval weer terug naar buiten. Let's do that. Kan ik mijn auto trouwens nog instappen zo? Ja, dat kan. Het kost me maar slechts een deur. Zo. En hè? Hoe is die sneeuw gekomen? Maar goed, ik moet even solliciteren, hè. Je weet hoe dat gaat. Volgens mij was het hier, toch? Ik durf het niet te zeggen. Dat is tegenover het café, dat weet ik wel. Maar is dat hier? Ja, dat is hier. Letterlijk. Oké, weg dat wapen. Hey, yo. Ik kom solliciteren, man. Voor welke functie kom je dan? Ja, ik kom hier voor barman. Barman? Wij verkopen hier lekker eten, zoals chocorings. Oké, nou mooi. Wanneer kan ik dan beginnen? Ja, dan moet je even naar de overkant gaan. Daar heb je namelijk je manager zitten. Een manager? Ja, heb je me erover verteld, hè. Die vertelde dat je graag een baan nodig had. Oké, dan gaan we er even naartoe. Trouwens, wat is er gebeurd op je voorhoofd? Ja, ik ben gewoon gevallen. Niks aan de hand verder, hoor. Oh, oké. Ik geloof je meteen. Anyways, ik zie je zo. Ik ga met mijn manager overleggen. Is goed. Tot zo. Nou ja, in ieder geval. Hier is dus het café daar tegenover. Weg met die wapens. En we zullen zien. Is gewoon, ja, letterlijk tegenover. Hier heb je de club. Die is gesloten. Met corona, dat moet wel. En Kermit? Yo, Kermit. Hey, Delano. Hey, hoe weet je dat ik trouwens ging solliciteren hier? Je had het maar gisteren nog vertaald, Pipo. Maar de volgende dag was je dronken en toen wist je niks meer van vandaag. Oké, en waarom ga jij nou weer weg? Ik sta hier maar gewoon, mafkees. Ik sta gewoon gesprek te voeren met Kermit. Ja, inderdaad. Maar wanneer wil je beginnen dan? Poeh. Ja, snel. Oké, dan ga ik even iets regelen voor je. Kan ik een trapje weer opstellen? En ja, in ieder geval kijk even naar... Ja, mijn baas zit namelijk hier achter. Oké, je baas. Oké, en wat is hier gebeurd? Dit is niet jouw baas. Ik vertrouw Kermit niet. Oké, ik kan een wapen trekken, denk ik. Ik heb het idee dat hier namelijk iets achter zit. En dat wil ik liever niet hebben. In ieder geval, ik vertrouw de situatie hier niet. Ik zit dus hier achter verstopt. Dus Sonic is gewoon dood. Wow, Kermit! Dat heb jij gedaan, hè? Eikel. Hey, kappen. Shipjes. Hey, wat doe jij? Ik heb je toch niks aan gedaan? En zo kan ik jou niet raken. Ja, ik kan hem niet raken. Wat is er voor unfair playing? Dan gaan we het even anders aanpakken, hè? Oh, jij wil me doodschieten. Ja, ik kan je niet... Ah, man, wat een slimme truc hier. Hier, wegwezen jij. Oei. Dat was niet best. Man, Kermit heeft me gewoon te grazen genomen. Ik kan het niet eens afmaken en hij heeft me al dood. Maar we komen keihard terug. Kermit, dit is je laatste dag. Zo. Kijk of hij nog wat had. Nu is het... Ja, nou vraagt hij echt om problemen. Ja! Wat moet hij hier? Ik kan hem ook niet neerknallen. Wat is dat? Waarom zit er een barricade omheen? Hier klopt iets niet. Wat zitten jullie nou te doen? Hè? Huh? Stoppen nou, hè? Het is een gijzeling. Kermit, wat dacht je nou? Zo. Hij dacht me neer te knallen. Nou, bij deze heeft hij een mooi pech. We gaan weg. Want hij is een vieze kech. Staat mijn auto hier? Ja, mijn auto staat nog steeds daar. Dat is nog niet veranderd. In ieder geval, nu ga ik even vraag nemen. Oké. Okay. Zeg, wat heeft dat te betekenen? Hé, hey, vader, dat gaan we niet doen, hè? Is het ook al zo'n bedrijf? Shit, dat had niet mogen gebeuren.
Zo, wat dacht je daar nou, vriend? Vader, wat is er nou, hè? Zo. Hoe overleef je dit? Zo, ik hoop dat je nou in brand staat, meneer. Had je niet moeten doen. Het is dat jij een barricade hebt en mij kan neerknallen. Oei, wegwezig. Dit gaat niet goed. Zo. Oef, ja, ik moet die wegwezen nu. Die vader gaat me even moorden zo. Oké, in ieder geval. Hij staat nog steeds gericht met zijn wapen, hè. Hij ziet me wel, maar hij doet niks. Zeg, laat hij maar gewoon lekker wegwezen, want... ja. Deze man zoekt echt aandacht. Ik hoop dat hij nou zijn les geleerd heeft. Ik hoop dat hij neervalt. Dat hij niet meer overeind komt. Jezus. Nou, volgens mij hebben we hem nu. Au, nee. Ah, dat is heet. Dat is heet. Wegwezen hier. Oké, we gaan nu kijken wat er echt aan de hand is. Wie heeft hier nou iets mee te maken, hè? Oude vader. Daar zijn we in ieder geval vanaf. Jongen toch. Wat een misselijk makende vaders. Oké, we gaan nu weer verder opkijken. Eens kijken, want hier moet dus namelijk een car moeite zijn. Ik hoop niet dat ze boos op mij zijn. Laten we gaan kijken hier. Sorry. Ik heb haast. Zo. Hey, guys. Guys, wat is met jullie gebeurd? Zeg, ze liggen hier allemaal te slapen of zo? Wat moet dat? Vertrouw het niet, hè? Zeg, wat moet dat hier? Puta madre. In ieder geval, een... Is dat Olaf? Yo, Olaf. Wat heb jij gedaan? Hallo? Au! Hey, dat doet pijn. Niet doen. Eikel. Dat doet zeer. Heb je dat begrepen? Ik wil je raken. Dat gaat niet, hè? Oh. Au! Doe mij eens geen pijn. Dat vind ik niet leuk. Zo. Tijd dat jij even pijn gaat voelen nu, hè? Oude vader van mij. Oké, wegwezen hier. We gaan kijken, man. Sorry. Hey. Ik ben aangevallen door een oude lul. Hey, hallo, ik vloog uit de bocht, jongen. Ga weg, jij. Viezerik. Zo. Dacht je dat nou? Die auto is helemaal naar de klote door jou. Voor zolang het duurt dan. Maar goed, we zijn dus aangekomen. Right. Maar we moeten dus naar binnen gaan, want er schijnt iets niet helemaal te kloppen. Dat is wel duidelijk. Ik moet even een wapen trekken, want anders hebben we echt een probleem. En ik ben wel een beetje gespannen, hoor. Ik zeg heel eerlijk, dit is dus het gebouw waar we het eigenlijk allemaal over hebben gehad. Of ik weet het niet, maar hier dus moeten we naar binnen. Ik hoor er allemaal rare verhalen over. Het gaat over Cartoon Mouse, zo die er... ja, dat is een nieuw iets. Je hebt Cartoon Cat, Cartoon Dog, maar net tegenwoordig ook Cartoon Mouse. Oké, er staat muziek aan. Ik hoor cartoon muziek ook. Ik hoor twee liedjes door elkaar. Waar komt die andere muziek vandaan? Waar is die radio? Ik schiet kapot. Hier zo, hè. Uit. Oké, er is iets aan de hand. Ik denk dat het beneden is. Ik hoor dan muziek. Ik hoor echt cartoon. Ik hoor cartoon muziek. Dat is wel duidelijk. Maar ja, komt dan hier van beneden af? Hallo? Is iemand hier? Cartoon Cat! Cartoon Cat is er. We moeten gewoon doen alsof er niks aan de hand is, ja? Shitjes. Hé, hey, ga weg. Ga weg, jouw griezel. Waar komt dat even mooi uit, zeg? Zo. Volg mij. Au! Cartoon, hè? Hey. Oké, okay. We gaan hem hier lokken, ja? Oeh. Leeft hij nog? Ik denk het wel, maar... zo. En wegwezen hier. Zo. Oei, wel een beetje uitkijken, doe. Ik weet niet of ik toen ik het nog leeft. Voor mij is hij hartstikke dood. We laten het even uitfikken hier zo. Oh shit. Moet hij weg? Het huis staat in de fik, snap je dat? Ouch. Laten we Cartoon Cat lekker even doodfikken hier zo in het huis. Kan die goed gebruiken. Is dat wel gedoofd? Ja hoor. Leeft Cartoon Cat nog? Ik zie hier alles in vuur en vlam staan. Waar is Cartoon Cat nou? Au. Hartstikke dood. Kom mooi uit. Okay, uitgefikt. En wegwezen hier. Ik ben tegenwoordig gewoon wel bevriend met Kermit, weet je. Ik doe Kermit niks aan. Kermit doet mij niks aan. Dat gaat tegenwoordig best goed tussen mij en Kermit. Het zijn geen relaties of zo, maar we kunnen het wel goed met elkaar vinden. Maar ik moet even naar een ander eilandje toe. Want daar schijnt het niet iets helemaal te kloppen. Dus ja. Oké, we hebben hier in ieder geval de boot gevonden. En we gaan nu naar die plek toe. Dus let's do it. Misschien moet het hier ergens in de buurt zijn. Dus
Is dat niet hier zo ergens? Nee, het is iets verderop, want dan weet ik het alweer. Dat is bij die brug daar zo. Maar goed, als we gewoon even een beetje toeren, dan zijn we er zo toch? Een beetje gas geven, jongen! Oké, en als het goed is, zijn we er bijna. Ja, toch, kijk, daar is het. Juist hem. En dan moeten we even stranden hier. Kijk, hier zitten meer boten. Dus ik ben hier niet alleen, hè? Oei, shitjes. Dat moet niet de bedoeling zijn. Maakt niet uit. We hebben al genoeg bloed opgelopen. Ja, ik kon de Cartoon Mouse of Cartoon Cat, wat je ook wil hebben. Maar hier is ook iemand iets niet snik. Hallo? Is somebody here? Is er een kampvuurtje aan? Er staat vuur aan, hè? En er is een huis. Is er iets in het huis te vinden? Hallo? Cartoon Dog! Nee, joh! Oké, dus Cartoon Dog hier, hè? Hey, auw! Verdomme! Dat doet pijn! Auw! Stop er dan mee! Zo. Dit ging niet best, hè? Stoppen! Stop! Hier! Nu! Eén keer mee! Heb je dat gehoord? Zo. Je gaat er niet levend wegkomen, broer. Heb je dat begrepen? Zo. Dat werkt in ieder geval goed. Zou hem goed afschrikken. Mooi lampje. Anyways, we gaan weer weggiezen. Wat hebben we niks te zoeken? Dit is dus waar al het vlees vandaan komt. Hier worden mensen het vegetariër van. Ja, wat doe je eraan, hè? Dit is wel eng hier zo. Maar ja, we moeten gewoon doorgaan. Gewoon doen alsof we niks aan de hand is. We hebben maar één doel. En dat is Kermit. Kermit wil me spreken, dus we gaan spreken met Kermit. Zo simpel is het, toch? Als goed is, zijn we er bijna. Oké, Kermit. Daar ben je, als het goed is. Juist, ja. Yo, Kermit. Je wou me gaan spreken, zei je, ouwe rukker. Ja, man, dat klopt helemaal. Ja, wat ik tegen je wil zeggen is. Cartoon Mouse zelf heeft er niks mee te maken. Nee, Cartoon Mouse niet. Nou, hij staat hier naast je. Even kijken hoor. Oh ja, ik zie het. Maar. Er zit namelijk een evil Cartoon Mouse en die is gevaarlijk. Is dat zo, ja, Kermit? Hé, hey, Cartoon Mouse komt eraan. Hallo, kleintje. Hé, hey, hoe is het met jou? Ja, hij kan niet praten, maar hij is wel blij dat hij jou mag zien. Dus dat is helemaal mooi, toch? Ja, ik vind het ook mooi. We hebben nu Cartoon Mouse. Maar waar is die evil Cartoon Mouse dan? Vlak bij de vuurtoren. Daar heb je zo'n, hoe heet het nou, een cabin? En die cabine, daar kun je namelijk de evil vinden. Moet Cartoon Mouse mee? Nee, ik zou het beter niet doen. Ik zou Cartoon Mouse lekker hier laten. Is goed, Kermit. We gaan er naartoe. Oké, in ieder geval, we gaan er lekker op af. En Cartoon Mouse mag lekker met me mee. Ja, Cartoon Mouse wil dat. Dus, kom... Kun je weer even boffen, zeg? Cartoon Mouse, waarom blijf je haken? Kom, volg mij gewoon. Volg me maar. Kijk, goed zo. Blijf rennen, ja? Blijf op dit tempo. Kun je dat bijhouden? Piep, piep, piep. Dat zou Cartoon Mouse eigenlijk moeten zeggen, maar dat doet hij niet. Oké, kun jij springen? Kan dat? Of zou ik hem even... Oh ja, misschien moet ik hem even weghalen, dat is wel netjes. Kijk een beetje uit, maatje. Zo. Kijk, en nou niet tegen die dingen aanlopen. Kom maar even uit, kom maar uit, kom maar uit. Kijk, en dan gaan we nu even op zoek naar die andere Cartoon Mouse, die evil. Ik dacht al, er zijn twee Cartoon Mouses of zo, eentje. En die zijn allebei evil, maar dat is dus helemaal niet waar. Kan Cartoon Mouse niet instappen? Kijk, goed zo. Kijk, nu zit Cartoon Mouse in ieder geval lekker in de auto. En ja, ik raad hem ook aan om lekker te blijven zitten, joh. Oké, Cartoon Mouse, let op. We gaan in ieder geval driving doen, man. Driving, yes. We gaan driven naar de plek waar we moeten zijn. En, poeh, het is al laat, hè. Het is al donker. En kijk hoe snel we zijn. Woep. Woep, woep. Cartoon Mouse zit wel lekker zo. Hij zit wel een beetje met zijn oor buiten de deur. Maar ja, daar kunnen we ook niet veel aan doen, hè. Ik hoop dat Cartoon Mouse het wel lekker vindt om zo lekker te driven. Maar hij kan alleen niet praten. Ik hoor hem ook amper. Ik hoor alleen maar muziek afspelen van Cartoon Mouse. Maar ja, hè. En de muziek is ineens opgehouden. En hier moet hij dus zijn, weet je. Ik zie al een rode tentakel eruit komen. We gaan het huis helemaal opblazen hier. Dat is het enige wat we even kunnen doen om ja, toch veilig hier weg te komen. Tenminste, niet veilig voor hun. Veilig voor onszelf. Oké, dit is dus de cabine. Sorry, jullie moeten eruit. Serieus, eruit. Ik ga het hier opblazen. Dat heeft een reden, hè, dat ik dat doe. Zo. Bel de politie maar. Iedereen eruit, nu. Zo. Kijk. Gaat goed? Shit. Kermit is dood. Ja, wat denk je zelf, mevrouw? Dat overleef je niet, hè? Zo. Tijd om heel de boers op te blazen hier. Ja, dus daar is Cartoon Mouse, hè? Met Kermit. Wat doet Kermit dood hier trouwens? Oh ja, kunnen we er eentje op Cartoon Mouse zelf leggen? In ieder geval daar zo. Wij gaan eruit. Ik hoop niet dat we hem gezien hebben. Deze is heel evil, maar hij doet niet heel veel nu, hè? Zo, we wachten in ieder geval op hem. Dus ik ben benieuwd welke Cartoon Mouse uithangt. Oh, hij is naar mij toe. Hij wil naar me toe, hè? Dat dacht ik even niet.
Zo. Er is niet veel meer van over, zo te zien. Damn it. Cthulhu overleeft het ook gewoon. Al die bossen zijn in één keer roze. Hoe haalt hij dit? Hoe overleeft hij dit? Even serieus. Had ik het daar toch niet helemaal? Zo. We hebben het allebei niet overleefd. De Mike was rijk, maar bij updates niet. Godverdorie, al mijn geld is in beslag genomen. Vind je dat gek dat ik een beetje geïrriteerd ben? Door al die etnische profileringen. Maar goed, hey mevrouw, ik moest je komen spreken. Waar ben je? Hallo? Ik hoor wel politie, maar dat is niet van mij, toch? Nou, in ieder geval, laten we even naar beneden gaan. Want ik wil weten wat er echt aan de hand is. Ik vind het niet fijn, echt niet. Laten we helemaal gaan kijken. Ja, ze zal wel hier zijn, denk ik. Dit moet haar kamer zijn. Hallo? Wat de hel is hier gebeurd? Hallo? Wat? Ze is dood? En de kat ook? En Cthulhu, gaat me aanvallen zeker of niet? Ga je me klappen geven nu? Hé, hey, doe maar. Doe maar zo. Zo. Gaan we slaan. Hier. Dit gaat je leren, maat. Dat gaan we niet doen, hè? Mijn vrienden aanvallen. Je hebt mijn tennisleraar vermoord. Wat wil je nu? Wat wil je nou niet bereiken? Sorry dat ik die mevrouw er ook bij sla. Dat is niet de bedoeling, maar ja. Oh. Leeft Cthulhu Cat nog? Volgens mij is hij dood. Ik denk dat hij dood is. En om het even heel zeker te weten. Ja, oké. Okay. Cthulhu Cat is dood. Maar oh, dat poesje. Wat hebben ze hiermee gedaan? Hoe ligt hij dood? Hallo? Lewis? Word wakker. Nee. Oh, dat vind ik niet kunnen. Cthulhu Cat deed ook echt katten op, man. Of tenminste, die maakt hij ook gewoon af. Dat slaat toch nergens op? Het zijn dieren. Die mishandel je niet. Klootzakken. Weet je is niet van goed. Dus dat komt mooi uit. Het sunset, hè? Hé hey joh, hé, hey. Serieus, ik wil niet wel. Ik heb rechts gewoon even voorrang, maat. Links heeft nooit voorrang gehad. Akel, ik zie het hier staan. Nou, weet je, we gaan hier uitstappen. Oh, dus hier is het inderdaad. Wat een zooitje hier. Dus dan moet hier alles opruimen ten huis. Hé, hey. Wat heb jij hier te zoeken, meneer? Wegwezen jij, vieze zwerver. Zo. Oh my god, are you blind? Wat are you doing? Je hebt hier niks te zoeken, meneer. Het is niet jouw huis. Zeg, wat is hier aan de hand? Wat? Cthulhu Cat is dood? Hé, hey, wat is dit nou? Man, man, man. Cthulhu Cat is dood. Wegwezen hier. Wat krijgen we nou? In ieder geval moet hij wel even karren, want ja, we hebben gewoon niks te zoeken. Let's drive naar de next location. Daar is het. Laten we naar binnen gaan. Zo. En nou gaan we er echt achter komen wat er aan de hand is. Want ik word hier naartoe gestuurd via de radar. Oh, jullie zijn allemaal bijna dood, hè? Nou, aangezien jullie toch niet meer lang hebben te leven, dan... Hé, hey, joh. Je hebt geluk. Waar denk je naartoe te gaan dan? Verrek. Hallo? 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 Huh? Waar is Cthulhu Cat gebleven? Hij is weg in één keer. Oké. Naar het hoogste gebouw toe, pak een helikopter. Oké. Was dat... Is dat Cthulhu Cat put EXE? Die blijken veel spannender te zijn en veel enger. Als dat zo is... Karren. Oei. Voor mij zitten we hier wel trapped. Maar we moeten cartoonpet.exe dus eventjes gaan ontmoeten. Dit gaat niet langer zo, hè? Cartoonpet.exe. Laat je nu zien. Ik ben wel gespannen, man. Cartoonpet.exe. Oké. Okay. Oh my god. Of zullen we dat gebouw er even pakken? Zo. Lekker spartelotte broer. Nogmaals, ik roep op. Om Cthulhu.exe even. Oh my god. Ik zie je nog opduiken. Wow! Is dat Cthulhu.exe? En hij verdwijnt. Oh my god. Om nou een beetje te parkeren. Ik ben benieuwd of ze daar al zit hoor. En als het goed is, is mijn McDonald's daten. Ik ga even lekker bestellen. Ja, gewoon een Mackie date. Dat is gewoon leuk toch? Maar wat er net gebeurd was. Wapen weg trouwens. Anders gaan mensen al gelijk een beeld van mij krijgen als ik een houtbel in mijn handen heb. Dat snap je best. Hoe goed als er net een jongen overkomen. Snap je? Nergens de rest. Ik wil ook gewoon netjes. Oké, we kunnen een sprung bestellen. Hey, hallo. Hey, luister dan vriend. Doe mij maar alsjeblieft een Happy Meal. Met McChicken. Even kijken, ik wil die Mario dingen er ook bij hebben. Kijk, we hebben gewoon Super Mario hier, super vet. En kipnuggets. En doe maar voor mijn vriendin maar een lekkere cheeseburger. Die houdt wel van kaas, hè. Dat komt wel goed. Ah, oké, okay. Super, dankjewel. Hey, schat. Kom, we gaan lekker eten zo, ja. Oh, ik heb wel honger, toch? Heb jij geen honger? Ja, ik heb zeker weten honger. Na een hele dag. Nee, dat is geen bullshit.
Maar, hè? Ik heb een Mexican voor jou besteld. Of nee, cheeseburger, sorry. Oh, lekker. Ja, zeker. Alles voor mijn lieve prinses, toch? Kijk eens hoe jij eruit ziet. Je hoeft niet zo somber te kijken, hè? Hé, maak je heel even naar het toilet eens, ja? En dan moet nodig plassen. Dus ja. En als je nodig moet plassen, dan ga je. De deuren gaan dicht. Ah, lekker. Even mijn behoefte doen. Zo. Ik ben nodig. Oh, heerlijk. Oh, even poepen hier. En de deur hier naar. Ik moet zeggen, hier op de wc. Ik hoor geflust. Het is niet levend, vanmiddag waren we aan het lijken hier zo. Klopt iets niet aan dit restaurant? Heb je het idee dat er iets klopt? Ik denk van niet, man. Ik denk dat er iets aan de hand is. En dat het bewust gedaan is. Ik denk gewoon een poppenkast of zo. Ik weet het. Het is echt niet. Maar het is niet best. Dus... ja, het is gewoon een beetje een kwestie van achterkomen wat er nou aan de hand is. Dat is het enige wat ik kan doen. Ik kan niet meer doen dan dat. Dus ja, ik hoor weer iemand op de wc gaan. Nou ja, in ieder geval, wij gaan weer even eruit, want we moeten ook andere dingen doen. We moeten niet alleen maar poepen, want ik ben toch niet geboren te poepen. Ik ben ook wel geboren om andere dingen te doen, hè? Zo, oh, lekker. Dat was even gebeurd. Hallo? Wat is er gebeurd? Wie heeft hier mee iets mee te maken? Heb jij er iets mee te maken? Jij? Of iemand erachter? Jij? Of jij? Oh mijn god. Is niet best, hè? Ik heb er helemaal niks mee te maken. Ik mag niks zeggen, anders worden we vermoord. Oh, is dat zo? Ja, hij staat in de... Hij staat in ieder geval in de McDonald's. Kut, ik had het niet mogen zeggen. Zeg het nou tegen mij dan, hè? Zeg! Waarom had je niet mogen zeggen? Had je nog wat? Zeg het tegen mij. Of ik sloop die hele McDonald's, hè? Ik zo ga... Of... Ah, het is die mascotte van je, hè? Juist, ja. Die mascotte van jou is niet... Is niet uit te houden. Waarom doet hij dit? Waarom slaat hij iedereen helemaal in elkaar? Hé, hey, joh. Rustig jij, hè? Zo. Oei. Dit is niet best. Dus je gaat al die medewerkers vermoorden. Oei. Au. Dat is niet best. Ronald, waarom doe je dit? Heb jij dat gedaan, iedereen vermoord? En ben ik zeker als laatste, of niet? Oh mijn god, dat is niet best. Leeft hij nog? Nou, Ronald, volgens mij is het check of iemand leeft. Fucking clown. Oh my god. Is het klaar? Oh mijn god, wat gaat hij doen? Zal ik even een handje helpen? Zo. What the hell? Ik dacht een van die medewerkers... Misschien is het ook een van die medewerkers wel, dus ik laat ze maar even vermoorden. Ik vertrouw ze niet. Weet je, ineens is die McDonald's open. Jij gelooft dat. Het is gewoon een killer hier zo. Maar laten we even Ronald even aankijken. Hè? Gaat hij mij aanvallen nu? Of is de volgende slachtoffer? Oké, we gaan hem slaan, ja. Ronald. Prachtige clown ben jij. Dan gaat hij wel de volgende af, hè, die Ronald. Zal ik eens even een handje helpen? Jongen, Ronald, loopt nog goed. Hé, hey, joh. Zo. Hij gaat er vol voor. Al die medewerkers. Maar heeft Ronald al vanmiddag ook iedereen vermoord of zo? Dat dan nieuw personeel is? Ruimt Ronald McDonald's dan op? Ik weet niet, maar die mascotte zat ze dan gewoon te bedreigen, denk ik. Dat moet. Dat is een kwalijke zaak, snap je dat? Ronald, nu sta je hier tegen mij. Waarom heb je mijn vriendin vermoord? Kun jij mij dat eens even uitleggen? Ik zal eens even mijn wapen er vast bij pakken. Leg me nu uit waarom je mijn vriendin hebt vermoord. Lachen? Lach uit! Waarom? Hè? Waarom heb je dat gedaan? Nee. Niks te nee. Uitleggen! Heb je dat gehoord? Oh mijn god, het is echt een gemene clown. Oh, het is toch lang in daglicht? Oh, is dat zo? Dat bepaal jij? Ja, dat bepaalt het blijkbaar wel. Oké, ga je het... Au! Hey! Au! Verdomme Ronald! Dat had je niet mogen doen! Hey! Au! Hier, stop ermee! Hey! Je steelt hartjes, hè? Zo. Had je nog wat? Jesus Christ. Oh, ik heb echt pech vandaag. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar... Oh, ik heb je hulp vragen, want ik... Ja, het is niet de bedoeling eigenlijk, hè? Laten we dat even gelijk aan doen, want ik vind het echt verschrikkelijk. Oké, het is nu de hoogste tijd om weer terug naar de politie te gaan. We moeten echt hulp zoeken. Yo, what the hell? Ja, boeien op mijn auto naar de klote gaf niet? Daar heb ik het even niet over nu. Oké. Yo, guy, ik hoop echt dat je me uit kan helpen, man. Even serieus. Yo, wat is hier gebeurd? Hij is ook al dood. Eerst dat kind dood, nu hij dood. Ja, hier klopt iets niet, man. Even serieus, hier klopt echt iets niet. Er is iets aan de hand. Er is iets echt aan de hand. Ik kan niet meer bereiken ook. Ik raak hier echt in paniek. Ik zweer het je. Ik raak echt zo hard in paniek nu. Oké, ik word hier in ieder geval niet vrolijk van. Ik ga hier weg, man. Ik zweer het je. Ik weet niet wat hier nog is. Ah, ah, nee. Is dat Slenderman? Yo, wat de hel doe jij hier? Serieus, blijf uit mijn buurt. Blijf uit mijn buurt, hè. Yo.
Ik word hier aangevallen door Slenderman. Weg. Oké. Is er maar één ding? Ik pak gelijk mijn auto, man. Oh. Hallo, mag ik instappen? Oh. You gotta watch out. Wat denk jij, hè, Slenderman? Oh. Rijden. Oh my god. Slenderman, blijf achter me aanzitten. Oh. Even kijken. Er is een kamp in de buurt. Gelukkig. Oh. Anders was ik echt verder van huis, man. Oh my god. Oké, ik hoop dat er iemand is die me kan helpen. Ik word hier echt serieus doodsbang van. Oké, als het goed is hier iemand, hè? Ik hoop dat er iemand thuis is, man. Oh my god. Oké. Oh, er is iemand. Oké, ik kan even hulp vragen hier. Yo! Oh, hallo? Oh, hij is daar! Pak hem! Oh, is hij dood? Hij blijft achter mij aan zitten, hè? Pak hem, jongen. Oh my god. Ik wil je niet doodmaken, man, maar... Oh. Waarom schiet je op mij? Wat is er met jou aan de hand? Shit. Weg. Oh my god. Hij keert eens tegen mij. Ik dacht hij... Oh, hij wou het Slenderman schieten. Maar ook op mij. Oh. Hij heeft echt 9 levens, deze. Hoe kan dat? Wat denk jij? Oh. Hij heeft echt 9 levens, man. Oh. Nog even, hè. What the hell? Hij gaat gewoon niet dood. Er is iets echt aan de hand met deze Slenderman. Yo, hij zit er achter mij aan, hè. Maar Slenderman zit weer achter mij aan. Oh. Oké, ik zoek even een andere wapen. Ik kan hier niet meer vechten. Oké, nog een machine gun. Oh. Hey, fuck you. Wegwezen jij. Oh, die is dood. Ik kan... Is hij eindelijk dood? Yo, oh shit. Ik heb de politie achter me aan. Maar in ieder geval, ik ben wel heel blij dat we bijna weer thuis zijn. Ik weet niet wat het is, maar... Ja, Kermit heeft hier wel iets mee te maken, of niet? Ik twijfel hier een beetje aan. Of is het een lokaas of zo? Ik weet het niet. Wat komt... Sirenhead? Kermit, hè? Die is hier op voorbereid als Sirenhead hier is, zeker, of niet? Wat is dit voor iets raars? Ik weet niet of Kermit nog in de caravan is, man. Laat even weten als jullie dat denken. Help! Oh my god. Kan ik niet even neersteken of zo? Hier, niet doen. Sirenhead! Auw! Blijf weg. Nee. Gozer! Jezus, je bent huge! Oké, wegwezen. Dit is niet de bedoeling, guys. Sirenhead die wil me gaan pakken, ik weet het zeker. Maar dat laten we niet allemaal gebeuren. Hè? Blijf! Nee. Blijf weg. Nee. Sirenhead, wat denk je wel niet mee bezig te zijn dan? Is hij al dood? Sirenhead? Waar is hij? Sirenhead? Oh, daar is hij ineens. Wat denk jij? Ik vind het heel raar, dat zei je net. Is hij dood? Ja? Of, hè? Wat doet hij allemaal raar? We zijn er bijna, dus ja, waarom zou ik dit helemaal niet moeten doen, hè? Alleen maar voor de Senza. Sensatie TV. Anyways, we gaan even die auto ophalen. In ieder geval mijn voertuig. En dat gaat zich hier bevinden. Ik ben benieuwd, man. Is er een autodealer daar nu? Of heeft hij hem al voor me klaargezet? Ik weet het niet. Komt dat een autodealer staat? Nee, maar waar staat dat ding? Want ik heb ervoor gekozen. En die gaan we gebruiken, mensen. Holy crap, dat is echt een van de vetste voertuigen ooit. Jullie moeten je mening even geven zo. Oké, we lopen naar boven toe. Zie je hem al staan? Je zou denken, het is een auto. Nee, het is geen auto. Het is dit ding. Maar dit ding kan alles. Dit is perfect. Kijk dan. Hiermee kan ik zweven. Snap je? Dit is de nieuwste technologie. Dit is de toekomst van 2020. Maar we gaan eventjes een cafeetje verderop. Want we moeten even wat te drinken hebben. We moeten het vieren. Ik heb in ieder geval mijn voertuig. En dat is mooi. Want dan kunnen we er weer naartoe. Zo, kijk dan. Hij heeft zelfs wapens erop zitten. Maar die moet je niet te veel gebruiken. Oké, waar is het? Superstar, hè? Oké, in ieder geval hier is het. Het Superstar Café. Maar waar is iedereen? Waar zijn al die mensen? Waar is iedereen? Hallo, ik kom voor een feest hier. Zo, en wat gebeurt hier nou? Wat is er aan de hand boven? Hallo? Wat gebeurt hier? Wat? Wat heb jij nou weer gedaan? Hebben jullie ruzie gehad? Hé, stop ermee. Wat denk je wel niet? Ja, dit vind ik niet netjes hoor, mevrouw. Hier. Deze krijg je van mij.
En wij zijn weg hier. Tjonge, jonge. Ook hier is weer ruzie tussen twee vrouwen. Wat is het tegenwoordig? Waarom hebben al die vrouwen ruzie met elkaar? Oké, ik weet het. Het zijn vrouwen, oké? Die maken alleen maar veel ruzie. Tenminste, als jij vrouw bent, sorry, ik wil die beledigen. Maar ja, hè? We gaan er even verder op kijken. We gaan naar de volgende stippen, dat is het blauwe stippie. Dus als ik kijk wat daar aan, waarom is die blauw? Want er is iets aan de hand. Sowieso, ik heb een radar waar ik altijd kan zien wat er aan de hand is. Oké, laten we even gaan kijken. En laten we even die muziek uitzetten, wat is misschien beter. Zo, kijk, we zijn aangekomen. Tenminste, niet mijn gewicht, maar we zijn gewoon hier aangekomen. Snap je hem? Hey. Oké, dat is niet grappig. En we gaan even kijken wat hier nog aan is. Laten we even gaan kijken, want... Hallo? Is somebody in here? Hello? Is somebody in? Wat is hier aan de hand? Oké. Ja, zo kan het ook. Let's ragdoll. Wat is dit voor een hotel dan? Het ziet er mooi uit hoor. Ik vind het een mooi hotel. Maar goed, hier hebben ze allemaal dingen. En... Maar waar is iedereen? Waarom zijn er geen medewerkers? Ik had hier een hotel geboekt. Daar heb ik hem ook voor ingecheckt. Maar ja, I don't know man. Hallo? En wat is er met jou gebeurd? Meneer, lig je te slapen? Nou, anders had hij wel wakker zijn geworden. Dus hij ligt niet te slapen. Shitjes. Er is iemand in het hotel. Wat was dat? Wat was dat? Nee. Ik weet niet wat voor geluid dat was. Ik vind het een beetje eng. Laten we wegwezen hier. Ik word hier een beetje bang van. Snap je? Ik word hier allemaal akelig van en zo. Chipjes. Oké, we gaan naar boven toe. Wie doet dat? Wie heeft dat gezegd? Wie maakt dat geluid? Oké, we gaan naar boven toe. Let's do that. Oké, wegwezen hier. Waarom zijn er moorden gepleegd? Zo, merk wel dat die... Oh, is wel een mooi huis hier. Eerlijk is eerlijk. Maar ja, hè? Oké, staat hier misschien iets achter? Ik heb geen idee. Oké, we gaan kijken. Ja! Oh, shit! Oh my god. Stop! Dit doen we niet, hè? Zo. Annabel! Oh my god, zij heeft al die moorden hier gedaan. Dacht al, ja, dat bloed is van mij, denk ik. Ja, sowieso. Ik heb, ja, vind het gek om een paar van die shotgun shells tegen me aan. Maar niks tegen mijn sniper, hè? Wij gaan niet weer weg. Oh mijn god, what the fuck doet zij? Ja, waar? Ik dacht van, wat gebeurt hier? Maar ja, dat is nog niet heel speciaals. We gaan verder op. En ja, we hebben net even alles gedaan. En we gaan verder een zoektocht doen naar de Senza. En ja, er staat een rood puntje. Dat betekent iets. Ik weet niet waarom. Ik weet dat ik een hotel had geboekt straks. Maar ja, rood puntje. Waar is dat dan? Hij geeft ook de hoogte aan. Het is iets lager. Maar ja, we zijn ontvlucht. En ja, we kunnen ook even onze kracht ook hoger. Dus het is niet op de grond. Of het is in een gebouw. Ik weet het niet. En anyways, we gaan vliegen. Lager. Oké, dus op deze hoogte moet het zijn, hè? Dat is dat gebouw zeker. Vast en zeker. Hè? Wat is dat? Wat gebeurt? Krijgen we nou een ribbit? En wat? Oh my god. Die ribbit is naar beneden geschoten. Wie heeft dat gedaan? Leeft die ribbit nog? Ik weet niet wat dat nou was, maar... Woe. Kermit? Volgens mij is hij al dood, hoor. Kermit, waar ben je nou op zoek? Hey. Yo, Kermit. Hallo. Gaat hij naar beneden springen? Kermit, waarom heb je moord gepleegd? Wat is er met jou aan de hand? Hey. Praat tegen mij. Zo. Vindt hij niet zo leuk? Kermit? Hey. Doen we niet, hè? Is Kermit er nog? Ja, hij leeft nog steeds. We moeten hem afvliegen. We moeten hem van het gebouw afgooien. Kermit, stop er nou! Kijk. Vindt hij niet zo tof, denk ik. Hij is nog wat? Hè? Ouwe? Zo. Daar is Ribbit dan. Nou, leuk. Jullie gooien elkaar allemaal de hersens in. Hier een rood puntje staan. Mijn radar zegt eigenlijk al inderdaad dat die gewoon vreemde activiteiten zijn. Dus ja, laten we dan ook gewoon gelijk er even op afgaan en kijken wat de vreemde activiteiten dan mogen zijn. Wacht, tankstation is daar, hè? Niet voorbij rijden. Maar goed, let's check it out, man. Oké, laten we dat even doen. En ik ben benieuwd wat hier nou precies aan de hand is. Hallo. Hey, weet je toevallig iets van criminele activiteiten? Nee, ik weet er helemaal niks vanaf. Ach, dan, ik denk wel dat er iemand anders iets weet. When do we beat Mexico? Oh my god, dat is niet de bedoeling. Weet je wat we gaan doen? Oké, we gaan sticky bombs. Sorry man. Hier. Oké, we gaan even heel die token opblazen. We laten Katoenka die niet meer wegkomen. Geef je geld! Dankjewel. Ik ben gelijk rijker. Savje, ik ben een beetje arm de laatste tijd, ik weet het. Ga alsjeblieft, ga weg. Ik kan je niet, ik wil je geen pijn doen. Ik wil maar deze winkel blazen omdat ik weet dat er iets aan de hand is. Ga weg! Nu! Goed zo. Jij bent tenminste slim. Oké, laten we nu even het feestje afwachten.
Oh ja, niet te vergeten. Hier zo, hier. Kijk. Laten we dit ook even meteen opblazen, man. Ik denk dat de hoogste tijd daarvoor is. Het feest kan beginnen. They failed. Dat dacht ik even niet, Cartoon Cat. Ik hoop dat hij er nog levend uit... Dat hoop ik trouwens helemaal niet. Zo, flinke schade hier zo. Leeft hij nog? Dit hebben we netjes gedaan. Op een betere en een professionelere manier. Alles is voor mij ook helemaal verschoven. Nou, ik vind dat sommige dingen nog lang hebben voorgehouden. Ik kan er hier van de ijsjes eten, man. De ijsjes liggen er nog in. Ziet het er nou helemaal uit in deze toko? Oh my god, alles is opgeblazen hier. Holy moly. Hier is niet veel van over, dat is wel duidelijk, hè? Nou, Cartoon Cat is in ieder geval moois dood. Weet je, we gaan lekker weg. Let's do that. Daar is de brandweer. Ik weet dat ze het niet echt met mij te doen hebben. Zo, dacht het even niet. Ik weet dat die Cartoon Cat hier iets mee te maken heeft. Maar we hebben hem in ieder geval afgemaakt. We gaan naar de volgende plek toe. Ik heb weer een melding gehad en dat is namelijk bij het motel. En ik heb gehoord dat er bij de motel zeker wat dingen aan de hand zijn. Dus laten we gewoon even gaan kijken. Ik zie hier allemaal zwervers liggen. Ik word hier niet echt heel erg vrolijk van zo'n sfeer. Maar goed, dat is een beetje deze plek. Sorry, Junk. Sorry, Junkie. Is hij boos op mij? Hé, hey, wat is dat? Dat is een katje. Oh. Schatje. Schatje. Ja. Blijf alsjeblieft uit de buurt hier. Het is helemaal geen gezonde plek. Sorry, oma. Wat kijk je me aan? Ik weet niet. Het is een hele vreemde, nare plek gewoon. Een verlaten plek gewoon. Maar dat maakt niet uit. Maar ik weet niet van één ding wat zeker is. En dat is dat de hele boel hier ingestort is. Ja, kijk, dit bedoel ik maar weer. Dus ja, we gaan even een ingang zoeken. Pistool heeft namelijk. Wat is hier aan de hand? They're bringing crime. They're rapists. Ja, dus hier is helemaal niks. Oké, ik zie dus allemaal ingestort dak, hè? Oh shit! Oké, dat is heel gevecht hier gaande. Wat is hier aan de hand? Oh my god. Oké. Hij heeft gehukt. Ze mogen hem niet zien. Ze hebben gewoon heel gevecht hier zo. Freddy versus Slenderman. No way, guys. Oh my god. Freddy is sterk, man. Oké, ze raken elkaar. Oké, ze hebben dus niks door, hè? Super grappig. Ze zijn dus elkaar aan het vechten. Shit. Ze hebben mij gezien. Dat is niet echt de bedoeling. Ze houden ze me afgaan, hè? En ik hoor nog steeds een katje mouwen. Huts. Kijk, ik ben wel Superman. Oké, wie is de volgende? Weer? Huh? Wat doe ik Freddy daar? Oh my god. Ik heb het idee dat hun erachter hebben gezeten of zo. Denken jullie dat hun achter de moord zitten? Wie zou er eventueel kunnen zijn? Is dat Slenderman of Freddy Krueger? We moeten hier zijn. Wat is dit? Oké, okay, ja, geef aan dat we hier moeten zijn. Dus hoe zak ik? Spreekt eigenlijk wel vanzelf. Oké, okay. Tof. Laten we kijken wat hier nou precies aan de hand is. Want ik word hier naartoe geroepen. Maar waarom? Er zit iets te fikken. Wat is dat? Hallo? Mevrouw? Shit. Oké, okay, wait. Is dat... Is hij daar iets mee te maken? Oh, no. Dat dacht ik niet, vriend. Nee. Don't choose. Doe. Au. Hey, dat vind ik niet netjes, ja? Oké, okay, we gaan terugvechten. Dat doen we niet aan, hè? Kom maar. Maar ik heb een beter idee. Laten we maar hier lekker erheen lopen. Shit, hij is slim genoeg. Zo. Ik dacht het niet, vriend. Oké, blijf een beetje omheen rennen, ja? Ik heb een idee. We gaan hem lokken. En de politie komt hierop af. Oké. Laat even heel die toko hier af. Ja. Hoppa. Zo. Dus ze verdienen dat ook, hè? Is het leuk? Hij overleeft dit gewoon, hè? Zo. Geniet je er nog van? Oh, ik weet hij er niet... Oei, oké, dat is karma. Au. Oké, kom. Dat is Cartoon Cat. Zo. Hoppa. Is hij dood? Komt dat even mooi uit? Nou, dat moet even weg, hè? Oh my god, dit was spannend.
Cartoon gaat tegen ons. Ah, prima. We hebben het gehaald. En de politie is hier. We moeten weg. Laat ze zoeken. Oké, okay, voor mij zijn ze hier aan, omheen aan het lurpen. Nou ja, in ieder geval, wij gaan weg hier. Hoe is dat een boot? Waar is mijn boot daar? Oh, hier. Oei. Zo. Die gaan we lekker snel gebruiken, dat ding, hè? Nou ja, in ieder geval laten we naar de volgende plek gaan, toch? Moet wel lastig om met toetsenbord te spelen. Dat moet ik wel zeggen, man. Maar ja, dat is even niet anders. Gewoon doen. En dan moeten we hier naartoe. Oh, daar zijn we al geweest. Wat is de andere plek? Ook alweer? Ah, voor mij weet ik het alweer. Ja. Oké, er is een reuzenrad staat aan. Dat is logisch. Ik ben allemaal hier. Oké, ik weet niet wie de Temptation Island kijkt. Ja, ik kijk het zelf wel. Maar dat... Dat robotstemmetje, jongen, dat lijkt echt op een Carina. Godverdomme, daar hou ik echt totaal niet van. Onze favoriete robot. Moest hij hier naartoe, dacht ik. Tot straks in ieder geval. Maar goed, laten we even kijken. Oké, we gaan eventjes gesprek afluisteren, want hier zijn dus twee mensen. Eiji, wat denk je wel niet, hè? Hé, je denkt dat je mijn vriendje kan aanpakken. Maar luister dan. Zo kun je niet zijn, het is je vriend. Snap dat nou eens, alsjeblieft. Hé, maar wie ben jij om te zeggen wie dat is? Je bent mijn adoptievader, bro. Hey, maar alsjeblieft toch, luister alsjeblieft naar mij. Die jeugdvertegenwoordiger is zo vernukt. Oh, denk je dat echt? Hier, ik zweer het je. Je bent echt een neppe vader. Nu ga je het krijgen, nou, dochter. Oké, als jij dat denkt... Oeh. Oei. Wie is sterker? Wat? Is hij nu al dood? Oh my god, die dochter pakt gewoon de eigen vader aan. Hoe dan? Dat is niet best, hè? En oh my god. Zo, wie doet dat nou? Huh? What's going on, man? Oh my god, een hele kampvuur hier. Zo, wil dat ding beginnen af te fikken? Ja, dat is hout. Dus ja, dat fik wel even aan, hè? Man, die dokter, die gewoon die vader. Die heeft een boksbeugel, hè? Hey, staan blijven. Zo. Dat doen we niet, hè? Maar, wie heeft dat gedaan dan? Ik weet niet. Een vlammenwerper in één keer. Ik dacht dat serieus. Waar is hij dan? Waar is hij? He's disappeared. Ik weet nog steeds niet, maar ik zei nou... Wacht, daar is hij. Wacht even. Laten we heel zachtjes doen, ja? Dat is Cartoon Cat. Die zit dus in de gaten te houden. Oké, wat zullen we dan? We zullen moeten hem uitschakelen, die Cartoon Cat. Tenminste, ik denk dat het Cartoon Cat is. Staat hij, hoor. Laten we heel voorzichtig doen. En... I got you, man. Had je nog wat? Hè? Had je nog wat? Nee? Oké, dan is goed. Oh shit, nou wordt hij wel boos. Auw! Hey! Doe dat eens niet! Hier, dacht het even niet, vriend. Stomme Cartoon Cat. Hey, wat dacht je nou? Stop er daarmee. Oh my god. Dus Cartoon Cat zit hier achter, hè? Maar wacht, waar is de rest dan? Er waren toch meerdere of zo? Er waren meerdere vijanden die daar in de buurt moeten leven. Ik weet het niet eens, man. Hier, wegwezen jij. Leef je nog? Dacht het niet, vriend. Stop! Zo, hoe overleef je dit ook gewoon? Hoppa, nou is hij dood, hè? Ja, ik zag het, dat was een lichtflits. Sorry, man. Sorry. Ja, in ieder geval een gaatje dat ik hier ben geweest. En nu is het serieus tijd om op vakantie te gaan. Dus laten we het ook gewoon gelijk gaan doen. Oké, guys, het is tijd om eens even wraak te gaan nemen. Ik heb er zin in. En. Wacht eens even, dat is Pennywise, man. Hadden we wat Pennywise gaan doen? Hij gaat zeker om af, hè? Laten we dat eens even niet gaan gebeuren. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Yo, blijf daar! Blijf, blijf. Oh, 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 oh. Zo! Kijk hoe vlot hij is! Ik weet wat hij wil doen. Stop! Stop hiermee. Zo! Dat zal je leren, maat. Ik wil niet. Zo, ben je al dood ondertussen? Hoe leef je nog? Heb je zoveel energie? Auw! Auw! Zo, heb even energie. Hoppa, stop dan maar mee. Hier, kappen, hè? Zo, man, dit is een clown. Hoe vol je dit vol? Hoppa. Nee, dat hou je toch niet vol, hè? Weet je wat? Ik ben veel sterker. En dat moet je maar weten. En we gaan het volgende doen. Want ja, we willen wel weten wat er aan de hand is. Dus we laten even een auto gaan pakken. Staat er eentje toevallig klaar? Of toch niet? Ik dacht dat hij klaar stond. Wat is het zielig? Dan gaat hij weg. Oh, toch niet. Huh? What happened? Hoezo gaat hij al weg? Het is raar.
Oké, okay, maakt niet uit. We gaan gewoon lekker op zoek naar de dader. En dan hebben we ook geen auto's voor mij. Huh, wacht. Staat dat Lamborghini daar? Waarom staat hij daar zo? Nou is hij weer terug. Kan ik... Oh my god, wat is er met die auto? Mag ik hier niet in rijden? Yo. Ik wil gewoon auto rijden, ja? Wat? Hij verdwijnt de hele tijd. Wat is dit? Ja, hallo. Weet je, dat wordt hem niet, hè? Maar... We hebben in ieder geval een bike. En die bike is hartstikke chill. Laten we dat even gebruiken. Maar ik zit nou te rijden, hè? En wat zie ik hier nou? Wat doet dit hier? Wat is dit dan? Dit is de auto van Don. Toch? Ja. Dit is de Lamborghini van Don. Ja, wat de hel. Ik weet niet wat ik hiervan moet zeggen. Maar waarom staat die Lamborghini daar? Wat is er gebeurd? Kan iemand maar even iets uitleggen? Ik snap hier dus helemaal niks van. We gaan even zoeken, ja? Waar is het strandfeest ook alweer? Daar schijnt ook wel iets te gebeuren. Wat dan als ze vanavond naartoe gaan? Dus ja, ik wil wel weten wat er aan de hand is. Snap je? Ik weet er echt geen raad mee zo. Dus ja. Hier heb je dus het strandfeest, hè? Maar... Wat de hel doet die auto van Royalistic daar? Ik heb geen idee, mensen. Nu begint het serieus eng te worden. Huh? Wat is dit? Oh my god. Stop hiermee. Zo, dat is Kermit, gast. No way. Wat de hel? Kermit begon mij te schieten. Waarom doet Kermit dit? Voor wat? Is dit nou echt wat je wou, Kermit? Mijn neer knallen. Ja, ik vind het wel zonde voor die romantische kaarsjes hier. Kan ik die ook opschieten trouwens? Oké, okay, ik kan vuur wel raken, maar ja, vuur op vuur, het heeft geen zin. Maar ja, laten we even gaan dansen, een discootje gaan doen. Joehoehoe, kijk Franklin. Nee, hij is niet echt een danser, hij is niet stoer genoeg. Maar, waar is Royalistic dan? Ze willen helemaal niet praten tegen mij, ze houden alleen maar hun mond dicht. Ik word hier niet heel vrolijk van hoor, ik zeg het je heel eerlijk. Dus ja, laten we even de daders gaan zoeken. Oh my freaking god. Oef, ik vind het spannend hoor. Oké, okay, ik zat helemaal vast, maar ik kan ook wel een beetje ragdollen, ik weet het. Maar we moeten hier wegwezen. We moeten de daders opzoeken. Want iedere keer gaat het maar fout. Ik kom iedere keer aan mijn caravan. Dat is mijn huis voor de mensen die het willen weten. En nou is het tijd om wraakactie te nemen. Als ik hier überhaupt wegkom. Oké, okay, dat wordt een beetje lastig. Maar ja, dat is. Oké, okay, let's drive to it, man. Let's take a drive into the news. Oké, okay, dat is een beetje een Keemstar vibe ding. Zo. Ik kan goed schuiven, ik weet het. Sorry, man. Sorry, Franklin. Dat is niet de bedoeling. Hou je helmpje maar gewoon op, want we moeten toch nog een stukje rijden. Oké, okay, let's take a drive in tow. Maar ik wil weten wat er aan de hand is. Ik doe wel leuk, maar ik ben wel een beetje... Ja, I'm upset, man. I'm really upset. You know? So, let's take a drive. Oh, wat is dit? Wat is dit voor toeter? Oh, dit is wel ziek. Huh? Wat voor toeter is dit? Het is van GTA 4, man. Harde toeter dit. Harde toeter. Holy moly. That's sick. Oké, dus hier zijn we dan aangekomen alweer. En ik wil weten waar die drie... Ja, waar de drie eenheden uithangen, man. Dus ja, ik ben benieuwd. En... Hey. Dit is de Lamborghini. I will build a great, great wall. Dat is Donald Trump. Maar nee, dit is de Lamborghini van Dutch Performante, man. Dutch Performante, Dutch Performante. Nou zeg ik Dutch Performante in het Engels. Maar goed, nou moet ik even kijken wat hier aan de hand is. Ik heb het idee dat er iets in die kelder aan de hand is. Niet in die kooien dit keer, maar... Kun je er überhaupt naar binnen bij die kooien? Ja, dat is weer open. Oké. Okay. Oké. Okay. Oké. Okay. I'm a little bit. Nee, dat ben ik totaal niet. Val op lekkere vrouwtjes. Daar gaat het helemaal niet om. Dat valt Franklin ook op, denk ik. We zoeken naar de dader. En de dader is waarschijnlijk in de buurt. Maar waar is ook weer de underground? We gaan op zoeken, man. Ik hou het helemaal hier niet zo. Daarboven is dus namelijk de villa van Roy. Dat weet ik. Dat is daar waar zij zich bevinden. Of nou ja, van Dutch Performante. Ik weet niet wie dat heeft geboekt. Doet het denk ik ook niet heel veel toe. Maar één ding is zeker. Het is geboekt. Ja, anders zou ik hier niet zijn, denk ik. Denk ik zomaar, hè? Denk ik, hè? Denk ik. Denk ik. Maakt niet uit. Oké. Okay. Let's look for it. Ja? Ah, ik weet wat ze gaan doen. Ze gaan waarschijnlijk die lift willen opblazen, zeg maar. Dat de andere kat van de lift ook, ja, dat de hele villa opgeblazen wordt. En dat is dus niet de bedoeling. Wacht, ik zit nou hier te kijken. Ik weet niet wat er aan de hand is. No! Oh my god! Dat is Sonic met DXC! Sto! Man! Ik schrik me rot! Ik weet wat je van plan bent. Je hebt een tijdbom geplaatst, hè? Inderdaad, jij hebt het goed, Danny, en ik ga je niet doodmaken. Hoezo heb jij tijdbom geplaatst, hè? Praat dat tegen mij. Ik ga namelijk die drie eenheden opblazen. Dat ga jij niet doen. Als je dat doet, dan krijg je problemen met mij, hè? Heb je dat gehoord? Hier. Oh ja, hij is dood als het goed is. Maar
Die tijdbom is, dat betekent het. Is wat ik weet dat het is. Dat betekent dat die tijdbom geplaatst is. Dan moeten wij er nu op af. Want anders gaat die bom af. En dat is niet de bedoeling. We moeten die bom tegenhouden. Oh my god. Oh my god. Het gaat hier opgeblazen worden zeker. Ship, 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 ships. We moeten rennen, we moeten rennen. Take a run, man. Oké, dat had ik niet moeten zeggen. Maar goed, wat is er aan de hand? Oké, daar is de villa. We moeten nu snel zijn, anders wordt Royalistic straks opgeblazen, de rest. En dat komt allemaal door die verlepte dinges. Dinges? Ja, jij weet wat ik bedoel. Ik ben niet heel goed in Nederland. Nederlands is mijn goedste vak, ik weet het. En ik ben waarschijnlijk net zo'n breincel die mee zou doen aan het Temptation-programma. Zo'n niveau zou ik wel hebben, maar dat maakt niet uit. Oké, laten we even kijken. Liever stupider rich dan slim. Een beetje, slim is ook wel leuk zijn. Slim zijn is ook leuk. Dat kun je tenminste veel doen. Maar goed, hier is de trap, hier is de trap. Laten we snel naar boven rennen. Snel. We gaan kijken wat er aan de hand is, ja? Laten we kijken wat zijn huis is. Volgens mij best wel hoog. Hier ergens is het. Laten we naar binnen gaan. Let's do that. Oké, ik hoor die dingen dus al piepen. Be quiet and just hit him, right? Just hit him. Nee, wow. Oh my god. No way. Is iedereen ongedeerd? Oh shit, ik word hier gewoon geshankt. Wat is hier aan de hand? Wat is hier gebeurd? Oh my god. Oh, nee. Wat? Hey, ik ben geen inbreker. Stop. Please. Stop. Oh my god. Sherpjes. Au. Wow, wat is hier aan de hand? Ik word hier van keihard afgemaakt. Stop. Oh my god. Ze werden agressief in één keer op mij. Wat gebeurde er? Oh, die token werd in één keer opgeblazen. Oh my god. Dat ging niet zo goed. Zo. Eén grote bloedbad hier. Oprecht. What the hell. Oh, die ramen zijn nog in ieder geval heel gebleven. Ik weet niet wat ik moet zeggen, mensen. Ik ben echt in de war. Maar ik denk dat we iedereen hebben gehad. We moeten wegwezen voordat de politie straks hier staat. Oh my god, ik hoor gewoon geschreeuw buiten. Wat is dit? Het is nog avond. We gaan even naar buiten kijken, mensen. Wat is er allemaal aan de hand? Ik heb echt geen idee, mensen. What the freak is er met Donzo Lambo gebeurd? Hij mocht niet weten dat ik hem heb gestolen. Hier gaat hij zo kei boos om worden. En dan snap ik best, though. Maar ja, weet je... Ik heb echt geen idee. Ik vind het een beetje heel raar dat zijn Lambo hier nog gewoon staat. Want, tenminste, dat hij helemaal kapot is. Wie heeft dit gedaan? Wie heeft die Lambo naar de tering getrapt? Maat, die Don die gaat me echt vermoorden als hij dit ziet, hè? Weet je dat? Oh my god, guys. Ik hoor gewoon geschreeuw. Een huh? Wat doet Ronald McDonald's daar in één keer? Waar is hij naartoe aan het gaan? Ik heb daadwerkelijk geen idee, mensen. Wat gebeurt er? Huh? Zijn ze gewoon met z'n twee iemand in elkaar te trappen? Oké, we gaan even in de bosjes verstoppen. What the hell gebeurt er? Ze trappen met z'n tweeën dus iemand in elkaar. Dit is niet goed, mensen. What the hell? Ik hoor nog steeds dat ze mij niet zien, mensen. Maar er staan dus twee auto's klaar. En dit is niet best, mensen. We gaan hem even verder verstoppen. Shit. Dat is niet de bedoeling. Oh, ik ben er wel een beetje bang voor eigenlijk, to be honest. Shit. Zit er weer eens achter me aan, hè? Shit, doe het alsjeblieft niet. Blijf hem af. Nee, ga maar niet slaan. Dat vind ik niet oké. Au, dit doet zeer. Oh, nee. Oh, hemels. Hier ben ik niet zo blij mee eigenlijk. Oh, echt, ga weg jullie. Eng rikken. Is die Ronald al dood? Ja, die is dood in ieder geval. Oh, what the hell, die Slenderman. Flikker op. Ik vind dat niet oké, hoor. Hoe kan dit eigenlijk allemaal? Auw, godverdorie. Hij leeft nog steeds, hè, die Slenderman. Ga weg, jij. Jij hoort hier niet te zijn. Oké, die gaat ook nog wel even meedenken. Hier. Dood jij? Kan ik je koppen niet afsnijden of zo? Nee, dat kan niet. Ga weg. Echt hoor. Heb je daar nog niks van geleerd? Jongen toch. Echt. Een auw. Dit doet zeer. Oké. Hier. Deze steken zijn niet zo heel leuk, hè? Weg jij. Viezerik. Jij hoort er niet. Serieus, Slenderman. Oh, jij moet weg. Ouch. Werkt toch helemaal niet. Stop ermee. Ben je dood? Nee, hij overleeft het ook gewoon. We gaan het even iets zwaarder geschut aanpakken, dit. Deze kun je niet hebben, hè? Dit is de meest pijnlijke wapen ooit. Jij hoort er niet in te breken, maat. Serieus. Oh, heeft deze iets mee te maken? Sowieso wel. Weg met deze auto. Zo. Vuur en vlam.
Oeh, wel een beetje dicht bij die Lambo van Don. Maar laten we die Lambo toch even terugbrengen. Ik voel me al een beetje schuldig hierover eigenlijk. Dus ja, Don, ik kan het toch even terugbrengen. Oh, ja, hij is toch wel naar de kloten. Als het niet verder kapot kan. Maat, oh, ik vind het niet chill dit. Maar ja, I'm not a racist. Oh, echt wel? Ik ben dat zeker wel. Oh, wel even lekker toeren alsnog. Ook al is die Lambo een beetje naar de knoppen gegaan. We zijn in ieder geval bijna bij zijn huis aangekomen, dus dat is positief iets. En daar is het hoor. Ik zie mijn massa al branden hier. Zo, sorry Don, echt waar. Sorry bro. Oh my god. We gaan even kijken, Don. We gaan even kijken of hij thuis is, man. Ik ben wel benieuwd. Yo, Don. Yo. Yo. Hallo? Don? Waar is Don dan? Waar is Don? Ik weet niet waar die is, mensen. Zou die hier zijn ergens? Don? Hallo? Ook hier niet. Don? Waar ben je? Ik moet het hem vertellen, hij gaat echt niet blij zijn met mij. Ik denk dat hij echt kapot boos wordt op mij zometeen. Als hij dit ziet, jongen, hij wil me echt vermoorden. Ik weet het zeker. Misschien ik wel een beetje terecht. Don? Of zit je hier? Ook niet. Don is er helemaal niet meer. Betekent dat... Wacht. Betekent eigenlijk gewoon... Dat Don eigenlijk gewoon dood is? Ik hoop het niet. Ik hoop dat hij nog leeft. Ik vind het heel verschrikkelijk wat er gebeurd is. Ik zweer het je. Dit is toch niet het einde van Don, hè? Don is zo'n goede gast. En dan gebeurt er dit. We gaan in ieder geval eventjes naartoe rijden, mensen. Oh, ik ga zijn Lamborghini trouwens even terugzetten. Ik hoop dat hij even weg is. Maar ja, daar ga ik niet van uit. Want Don zei eigenlijk dat hij geen plan had. Het is weer bijna ochtend. Of hij moet gaan stappen zijn, of hij is ergens anders. Maar ja, ik denk dat Don wel bezorgd is als je dan ziet dat zijn Lambo weg is. En die sedan stond er ook nog. Snap je? Ik snap het. Het was eigenlijk meer een prank. Maar ja, ik voel me toch schuldig hierover. Mensen, ben ik ook inderdaad schuldig of weet ik veel wat? Of was Don gewoon inderdaad een beetje brutaal tegen mij? Laat even weten, mensen. We gaan eventjes naar Royalistic toe rijden. En ja, we moeten gewoon eventjes even runnen, toch? Ouch. Zo, maat. Het is niet lekker rijden, dit. Je vindt die massa van mij niet zo heel tof. Maar goed. Als het goed is, zijn we in ieder geval bijna bij Don. En ja, we gaan even kijken wat Don in petto heeft. Ik zweer het je. Oké, we gaan nu even kijken hier zo. Sorry, man. Ik moet hem eventjes... want ik hoorde iets van binnenkomen, lijkt het wel. Let's do this. Want ja, het is niet best. Het is niet best. Ik ben echt serieus super bang. Wat denken jullie wat er gebeurt, mensen? Ik heb geen... Ik hoor dus beneden gewoon geruzie. Waar zal die ruzie over gaan? Ik zou het echt niet weten. Ik weet oprecht niet wat er aan de hand is. Ik hoor het alweer, hè? Het is niet best. Huh, wat gebeurt er? Ik hoor dingen... Ah, nee. Stop hem even weg, ja? Huh? Hallo? Huh? Waar is het? Huh? Wat... Dit is niet oké, Don. Wat de frick ben je mee bezig? Dit vind ik niet oké, hè? Wat denk jij? Oh, je denkt mij te slaan? Flikker op, man. Oh, je denkt hem te dodgen. Hier, waar ben je mee bezig? Jongen. Hallo, Roy? Gaat het? Misschien. Dus dit was een plan, hè? Ja. Dit kan echt niet. Oh. Ik hoop dat je dood bent nu. Maar nee, hoor. Nee? Hallo, Roy? Au. Kom aan, hè. Hoe overleef je dit? Au. Serieus? Jij hebt hier iets mee te maken, of niet? Ik hoor je wel zo praten. Doe maar slaan. Oh, babyklapjes. Oké, Roy, eerlijk. Was jij soms Ronald McDonald's clown, of niet? Misschien is het Don wel, ik weet het niet. Oké, ik vind het wel heel raar. Maar goed, alsjeblieft. Ik heb het al een tijd al geweten. Ophouden nu, hè? Nee. Slaap je nog niet? Nee, ik niet. Slapen jij? Nee, ik ga niet slapen hier. Nee, Roy, ga slapen. Nee. Doe maar zo. Snel eens een keer klaar. Ik slaap al. Ben je eindelijk dood? Of toch niet? Hoeveel levens heb jij? Je wil niet luisteren? Oh, nee. Ik hoop dat je lekker samen met Don ligt nu. Lekker, hè? En ik hoop dat het nooit meer... Maar dit zijn niet de echte Royalistic en Don. Let's go. Zo, laten we even naartoe rijden en ik wil weten... Holy moly, een hele leger staat er wel op te wachten. Oh no. Zet toch niet boos op mij, hè? Yo. Oh my god. Wat? Help. Nee. No. Holy shit. Dit gaat niet goed. Nee. Oh my god. Kunnen we hier uit de buurt blijven? Nou ja, soort van denk ik. Help! Zo. Bijna, nee. Holy shit! Oh no! Zo. Holy crap. Oh no. Au! Hey!
Au. Au. Oh, stop. Holy shit. Au. No. Oh, mama. No, 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 no. Wegwezen hier. Oh my god. Nee, nou, politie. Shit. Oké, guys. De politie hoort zich er niet mee te bemoeien, maar holy crap. Ik word over die iedereen achterna gezeten. Hé, dat dacht ik niet met die rummenknuppel van je. Shit. Holy moly. Nee, dat gaat echt fout, Hank. Of niet? Ja, ze komen nu allemaal om af. Nee, dat dacht ik niet. Hé. Hey. Shit. Oh no. Oei. Au. Help, help. Oh nee. Hé, hey, stop. Ik dacht dat niet hier. Ga weg jij. Nee. Oh my god. Nee. Hoe kan deze het overleven? Zo, dacht het niet, vrienden. Holy moly. Die presidenten die overleven ook allemaal, hè? Jesus. Deze heb ik niet aan zien komen. No, 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 no. Leeft toch iemand hier? Damn it. Dit ging niet zo best. Wow. Het is niet best. En deze moet ook weg. De politie houdt er niks te zoeken hier. Zo. Dat is één. En dat is twee. Opgeruimd staat netjes. Oké, we gaan snel wegwezen hier. Ik weet niet wat hier gebeurd is, maar het zag er niet zo best uit. Man, ik ben in ieder geval gered. Holy moly, mensen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Dit was een final boss battle. Like deze video. Vergeet niet te abonneren. Dik en aan mijn belletje aan. En ik zie jullie later weer terug bij een nieuwe video. Adios.